We gaan beginnen met in de micro te spreken. Pak hem al een beetje dichterbij. Ja, tante Nels. Oh, jezus. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van pompbaarheden beticht. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezwicht. Dit is het Nerdland. Maandoverzicht. Met uw gastheer, Lieven Scheire. Goedendag iedereen en welkom bij een nieuw Nerdland maandoverzicht. Het is vandaag 29 september. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand is opgevallen. En ik doe dat vandaag met Els Aerts. Hallo. Met Jeroen Baert. Hoi. En met Kurt Beheit. Goedemiddag. We zijn maar met vier vandaag. Oh. Gaan we veel babbelen. Oh, dan wordt het ongetwijfeld een korte podcast. Ja, zoals waarschijnlijk. Zoals we elke keer zeggen. All right. We gaan eens kijken wat er allemaal gepasseerd is. En ik ga beginnen met iets dat denk ik al een keer vermeld geweest is in de podcast. Er is een vrouw die Parkinson kan ruiken. En die werkt nu mee met onderzoekers aan een detectiemethode. Een nieuwe detectiemethode. Het is zij in een doos. En zo Peter heeft dan een keer gezegd dat omdat die bijen getraind worden door dan zo honing en voet. Ja. Ja, voilà. En bij haar is dat met Ben & Jerry's. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ze heet Joy Milne. En ze heeft eigenlijk, denk ik, 40 jaar geleden al, merkte ze plotseling op dat haar man anders begon te ruiken. En jaren later kreeg die man de diagnose Parkinson. En zij had toen een vermoeden van, ja, misschien kan ik dat wel ruiken. Haar man was een dokter ook en die heeft dat toen wetenschappelijk getest. Die hebben toen een team samengesteld om het te testen. Ze hebben verschillende Parkinson-patiënten een t-shirt laten dragen een tijdje. Verschillende niet-Parkinson-patiënten een t-shirt laten dragen. Ze hebben die vrouw laten ruiken aan die t-shirts. En die zei, deze heeft Parkinson, deze niet, deze niet. Ze was maar bij eentje fout. Ze had van één gezond persoon gezegd dat die Parkinson had. 8 maanden later kreeg die man de diagnose Parkinson. Oh, joh. Dus ze was zelfs beter dan de medische manier. En dus zij ruikt Parkinson nog voor het gediagnosticeerd kan worden. Hij is een heel deprimerende partytrick. Kom eens hier. Mannetjes, ik ken een trucje. Nee, ik vind dat wel heel intrigerend. Ik heb ook een hele scherpe geurzin. Ja. En ik heb soms ook zo van, gelijk van collega's of zo van, jij riekt ineens anders. Oh. En dan, ja, ik lees daar ook altijd dingen over en zo. Hè, van ja. Bijvoorbeeld als je suikerziekte hebt, dat je zo, dat je adem anders begint te ruiken. Ja. Zo. En dan denk ik, oh, ik riek dat. Hè. En die gaat, oh, die had suikerziekte. Ah. Maar dat is dan waarschijnlijk allemaal niet waar. Hè, maar... Ik heb een vriend die beweert dat hem het kan ruiken wanneer het de tijd van de maand is bij vrouwen. Dat kan ik ook. Zeker in de zomer. Is het echt? Ja. Wel. Oké, dat was heel kordaat en heel fors. Ja. Ja. Okay. A talent you do not want to have. Dat, vooral als je op een bus zit, wilde dat echt Goh, niet hebben. Allee. Okay. Dat is echt niet leuk. En zonder te goor te doen, maar is dat dan puur het bloedverlies dat je ruikt? Of ja, dat is, is dat een andere hormonaal? Of nee, zweet? Ja, nee, het is echt wel zo. Want beetje, bijvoorbeeld, bloed in de broek. Persoonlijk, ik riek dat niet als je zo bijvoorbeeld net gedoucht bent en je hebt alles proper gemaakt en zo. Maar ja, als je een dag gaan werken bent en je hebt de parkeer moeten verversen, dan riekt dat, ja. Oké, okay, ja. Nog niet meegemaakt. Maar goed, ja. Ik zeg het, een talent waar ik niet... Die vriend dat ik heb gebruikt, dat ook om indruk te maken op vrouwen bij dates. Oh god, en werkt het? Amai. Nee, denk allee, ik weet niet. Hij is al heel zijn leven single en miserable. Maar wel van alles op de hoogte. Absoluut. Ja, voilà. Ja, zeer goed in periodieke onthouding ook, de beste man. Maar dus, Joy Milne die heeft zich direct eigenlijk ingespannen om samen te werken met de wetenschappers. En ze hebben nu ook effectief de stof ontdekt, denken ze, die zij ruikt. Mm-hmm. Het is een soort huidolie die onder invloed van dezelfde biochemie die Parkinson veroorzaakt, een huidolie, sebum, die anders gevormd wordt, die anders afgebroken wordt en die dan die geur veroorzaakt. En natuurlijk is nu het doel om ervoor te zorgen dat ze Joy Milne niet in een doosje moeten steken, dat ze gewoon met een skin swab, dat ze dat eigenlijk, en ik denk dat ze met massaspectrometrie willen werken, maar dus als het lukt, als zij en het onderzoeksteam goed kunnen samenwerken, dan zou het kunnen dat Parkinson binnenkort jaren eerder kan gediagnosticeerd worden. En blijkbaar is er dan ook wel levensstijl, medicatie, voeding die dat effectief nog kan vertragen. Ja, want op zich het is nog altijd ongeneeslijk, hè? Alzheimer of... Want ze zijn Parkinson. Voilà. Ja, daar zijn ze tegenwoordig bezig met zo van die elektroden in hun brein in te planten om die te staan. Maar dat is op zich interessant dat ze dan proberen om te identificeren wat de stof is. Want het omgekeerde heeft zo Google AI nu net ook gedaan. Als je de moleculaire samenstelling van iets weet, dan kan Google via zijn AI tegenwoordig voorspellen hoe dat gaat rieken.
Moet dat gaan ruiken, is dat echt? Ja, ja, ja. Dus ze zijn zo, dat is zo, ja, 6 september is dat gepubliceerd, dat... Dus om geur te kunnen digitaliseren, dus de vierde dimensie experience, zoals het dan soms genoemd wordt. Dus als ze de moleculaire mapping weten van wat het is, dan kunnen zij de geur daaruit gaan analyseren. Dat antwoord is gewoon 99% van de keren een beetje naar rotte eieren. Waarschijnlijk. Alles evalueert er naartoe. Maar dat is die AI-toepassingen van... Ja, proteinfolding ook, en van eigenlijk van al die, ja, van al die biomoleculen is echt wel indrukwekkend. Want hoe lang is het geleden dat wij hier in de podcast, dat Hetty hier het grote nieuws aankondigde, Google kan met AI aan proteinfolding doen. Hè? Dat is het een jaar? Een jaar, zoiets ja. Het is zeker nog in 2022, want het zit in haar show. Ah ja, wel. Kijk, in haar jaaroverzicht zit het. Ja. Maar ja, daar is nu al een industrie rond, hè? Dus er zijn al AI-bedrijven die niet anders doen dan proteinfolding virtueel en dat ook aanbieden en daar nieuwe medicijnen mee willen ontwikkelen. Dat is echt waanzinnig. We hebben nog altijd een Nerdland-team dat folding at home doet ook, hè? Zo pure rekenkracht, folding. Ja, we staan nog altijd... Een computerspel waarmee dat je zelf... Ja, en ook gewoon screensavers die de dingen doen. Ja, dus rekenkracht, computertijd doneren, denk dat we team 300 in de wereld zijn. Ah, ja. Dus alle folders die nog luisteren, goed bezig. Folders unite. Ja, ik denk dat met de huidige energieprijzen misschien wel geen goed idee is om dat te blijven doen, maar goed. Ja. Voilà, kijk maar, Joy Milne kan Parkinson ruiken. Wisten we al een tijdje, maar ze werkt nu samen aan een test die Parkinson misschien veel eerder kan detecteren. En dan toch een beetje tum-tum-tum nieuws, vind ik zelf, toen ik het las. Amerikaanse politie in Nebraska hebben bij Facebook privéconversaties opgevraagd om een vrouw te kunnen veroordelen voor het plegen van een abortus. En in het licht van Joe versus Wade, dus ja, van eigenlijk... Roe versus Wade. Joe versus Wade klinkt als een of andere... Dat is de coole versie. It's Joe, man. It's Joe versus... Roe versus Wade, inderdaad. Waarom, lieven, maar Big één... cowboy porno. Yeah. Joe versus Wade. Okay, waarom, lieven, maar één aflevering in de Allerslimste Mens had. Ik had pech met de vraag. Roe versus Wade, inderdaad. Dus staten die terug abortus illegaal mogen maken. En als je dan leest... Uw Facebook-conversatie wordt gebruikt om u daarvan te kunnen veroordelen. Dat is toch het moment... Er wordt zoveel gezegd van hoe let op met privacy en online dingen enzovoort. En altijd denkt je, ik doe toch niks verkeerd? Ja, ik heb niks te verbergen. En dan verandert de wet en dan kunnen ze blijkbaar uw privé-conversatie opvragen. En dan heb ik toch een soort... Nu moet ik wel even zeggen, ik was er ook direct opgesprongen. Ik dacht, Roe versus Wade, vrouwen, zelfbeschikkingsrecht, superbelangrijk. Alles erop en eraan, maar het heeft er eigenlijk niks mee te maken, want het is van voor Roe versus Wade. Oké. Okay. En het is eigenlijk zo dat in Nebraska, is nog altijd trouwens, want die abortuswet is niet veranderd, mag je abortus plegen tot 20 weken. 20 weken? Ja. 22? Ja. Of 20? 20. Maar het 17-jarige meisje was ondertussen al 28 weken zwanger. En heeft dus op Facebook in Messenger met haar mama gepraat over abortuspillen. Ja. En ze was opeens niet meer zwanger. Wat dat heel raar is, want abortuspillen kunnen meestal, dat is zo een mix van twee pillen, kunnen eigenlijk, of raad ze maar aan om tot in de 10e week te gebruiken daarna, is de kans heel klein dat nog werkt en zo. Dus, maar ja. Maar dus, als ik het goed begrijp, is wat zij gedaan hebben, zou ook in België strafbaar zijn. Ja, want hier bij ons mag je maar tot 12 weken abortus. Inderdaad. En dan is het nog, de vraag, in welke mate kan de politie voor dat soort misdaden informatie opvragen bij een techbedrijf waar dat jij privéconversaties voert? Ja, dat vond ik wel echt mindblowing. Want dus Roe versus Wade, dat is dan zo overturned op 24 juni. Een paar dagen later vraagt er zo'n staffer van Facebook tijdens zo'n virtual all-staff meeting aan Zuckerberg van hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we voorkomen dat vrouwen kunnen achter... Dus het hypothetische geval in een staat waar Roe versus Wade overturned is, dat iemand voor een abortus die legaal zou geweest zijn,
toch vervolgd kan worden via Facebook-data. Ja. En Zuckerberg heeft daarop geantwoord van ja, we zijn keihard bezig met uitrollen van encryptie over al onze platformen. Dat kon wel goed, Dat is het probleem. Facebook Messenger is een van de enige producten van Facebook waarbij dat de berichten niet geëncrypteerd worden. Nee, bij Instagram gewoon... blijkbaar ook niet. Nee, bij Instagram ook niet. Maar bijvoorbeeld WhatsApp wel. Ja, WhatsApp, staat ook en in WhatsApp, geëncrypteerd he? Betekent dat alleen de verzender en ontvanger de berichten kunnen lezen. Die worden eigenlijk versleuteld op het toestel en dan ontsleuteld op het ontvangende toestel. En als operator, als Facebook, zie je alleen geëncrypteerde data passeren. Want dat is natuurlijk... de politie kan niet zomaar die data lezen. Zij moeten die krijgen van Facebook. En dus Facebook wil dat het geëncrypteerd is, zodat ze het zelf niet kunnen geven. Maar ze willen het niet, want het kan blijkbaar. Blijkbaar zit er een functie in Facebook dat je dat kunt opzetten. Alleen staat die niet vanzelf op. In Facebook Messenger kun je zo invisible mode, eigenlijk een beetje Snapchat, dan berichten... verdwijnen aan een tijd. Maar is dat ook... Want dus je kunt blijkbaar dan encryptie aanzetten op je Facebook-berichten? Facebook Messenger, ja. Maar zouden zij bij Facebook Messenger ook data uit je berichten halen van je interesses en dingen om reclame te maken? Dat is een beetje het probleem bij die end-to-end encryptie bij die bedrijven. Normaal encrypteert je dat met je eigen sleutel. En in het geval van Facebook moet je Facebook erop vertrouwen van... Ja, zij encrypteren dat... vlak nadat je het getypt hebt en er gebeurt eerst niks anders mee. Maar dat weet je niet, want Facebook is geen open source product. Dus dat weten we niet. Ja, goed. Maar inderdaad, het verhaal is een stuk complexer en genuanceerder dan het eerst klinkt. Maar ik vond dat wel echt. Als ik dat las, dan dacht ik dat kan. Maar natuurlijk, maar dat vind ik... Want er komen heel veel vragen naar boven. En het gaat heel vaak over vertrouwen. Hè. Het woord valt niet toevallig een paar keer. In de eerste plaats, vertrouwen in uw wetten. Zolang dat jij een vertrouwen hebt in je overheid en dat je eigenlijk de wetten best wel redelijk vindt, dan zijn mensen minder bang van die privacygevoeligheid. Maar natuurlijk, ja, als je momenteel in Rusland woont of in bezet Oekraïne of inderdaad in een staat waar Roe versus Wade afgeschaft is, dan is dat iets heel anders, hè. Dus... Het probleem is dat data ook retroactief werkt. Hè. Uw hele leven op het internet, dat laat een spoor achter. En er moet maar een of andere lokale wet veranderen, waardoor dat je ook kunt veroordeeld worden op dingen dat je misschien 3 of 4 jaar geleden hebt uitgesproken. Of 3 of 4 jaar geleden heb je een homoerotisch gesprek gehad met iemand dat erop kan wijzen dat je nu homoerotische interesses hebt. En dat, het is een hele... In landen waar dat dan... Dus het is een heel probleem met dat data teruggaat in de tijd ook. Ja, ik had dezelfde... Er zijn wel meer problemen, hè? Want bijvoorbeeld er zijn apps die je locatiegegevens verzamelen om je advertenties te sturen of weet ik veel wat. En daar hebben een paar mensen van Vice hebben ook opgevraagd van oké, kan ik een dataset aanvragen van mensen die willen eens in de buurt van een abortuskliniek komen? Mm-hmm. Oh, maar ik heb ook... Want Inti heeft een paar dagen geleden zo een paper gereleased dat hem heeft kon mensen terugvinden via... een parkeerapps. Ja, dus je hebt een parkeerapp. En wat kun je doen bij die apps? Je kunt je nummerplaat invoeren en je bankkaartgegevens. En dan gaan de slagbomen automatisch open van de aangesloten parkeergarages. En dus heeft Inti ontdekt, eigenlijk een typische Inti-hack. Door een beetje clever te zijn. Door een beetje clever te zijn, een losstaande achterdeur vinden. Die denkt gewoon van, oké, ik ben wel eens benieuwd waar persoon X of Y uithangt. Ik ga gewoon die zijn nummerplaat invoeren met mijn bankgegevens. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik doe u een plezier, ik betaal al uw garages. Maar je krijgt wel onmiddellijk de afrekening. Dus je krijgt eigenlijk een melding op je telefoon, die persoon is nu in die parkeergarage. En goed, alweer, je moet al naar extreme scenario's gaan eer iemand daar voordeel uit haalt, maar stalkers contactverbod. En dan... Ja, of mensen van wie dat de nummerplaat gewoon publiekelijk is, gelijk alle parlementsleden. Bijvoorbeeld. Of die van de Geens. Aha. Maar dat parlementsleden of ministers zouden ontvoerd worden in België, dat lijkt me nu wel. Die dreiging was er dus, hè. Ja, inderdaad. Maar inderdaad, locatiegevens. Maar Google zegt wel dat zij nu proactief zo locatiegevens als je in de buurt van een abortuskliniek en zo komt, dat ze die proactief gaan wissen. Maar ja, een gat in uw locatiegegevens is ook opvallend. Als er in het midden van de stad een abortuskliniek ligt en je zet minuut 1 links in van de stad en minuut 2 rechts van de stad. Wat je eigenlijk moet doen, dat is... hotdogkramen en frietkoten naast die kliniek openen. Dus dan absoluut. Heel veel mensen naartoe komen. Je gaat toch gewoon frietjes halen, hè? Ja. kijk, maar ik was er inderdaad ook wel van geschrokken. En ik weet niet hoe dat zit in België, of dat de Belgische politie data mag opvragen bij Facebook. Met een bevel van een rechter mocht je data opvragen bij dat soort diensten. Maar meestal krijgen die alleen metadata. Bijvoorbeeld in het geval van de...
terroristen van Salah Abdeslam in Parijs. Een paar daarvan communiceerden via WhatsApp. En dan hebben ze enkel en alleen de metadata gekregen. Namelijk, wanneer heeft er iemand iets naar iemand gestuurd? Gelukkig dat grootste deel van die mensen gewoon sms gebruikte. En dat is gewoon af te lezen bij de provider. Want ook daar verandert het weer. Hè. Het is geweldig creepy als je hoort van... Oké, dat kan gebruikt worden voor dingen die je eigenlijk onredelijke wetgeving vindt. En het moment dat je zegt van ja... Ronald Janssens bijvoorbeeld is op locatie van zijn gsm ook voor een stuk gepakt. En dan denkt hij van ja, in dat geval zo rap mogelijk alstublieft. Ja, en waar je die grens trekt is ook weer... De lans is ook altijd kinderporno. Hè. We hebben het hier ook gehad over dat automatisch scannen van berichten op kinderporno. Ja. Mm-hmm. Dat Apple heeft ingevoerd. Dat was al een heel ingewikkeld technisch systeem. Maar het komt erop neer, als het over kinderporno gaat of moord of terrorisme, zijn mensen heel vaak geneigd om te zeggen van ah ja, in dat geval wel. Ja. Ja, dan... Ja, maar ik denk dat er een heel groot verschil is tussen we hebben een vermoeden en we gaan naar een onderzoeksrechter en die volgt dat vermoeden. We willen mijn papierke effectief die persoon zijn gegevens hebben tegenover het systematisch gaan analyseren van bijvoorbeeld locatiegegevens van een abortuskliniek. Dat is uiteindelijk wat dat Snowden aan het licht gebracht heeft. Hè? Dat gewoon alle data verzameld werd, ergens in een of andere container gepleurd en als we het ooit nodig hebben, dan zoeken we het wel op. Dat is verkeerd. Zo dragnet surveillance noemt dat. Okay. Dus ja, een net uitgooien, alles vangen en dan later wel zien van, wat hebben we hier? Ja, en zelfs daar, want die geëncrypteerde data, binnen x aantal jaren zijn er misschien nog straffer computers die encryptie wel kunnen kraken, wat dan nu nog niet kraakbaar is. Capture now, decrypt later. Inderdaad, hebben we het ook al over gehad in de podcast. En dat is inderdaad ook wel een bedreigend idee. Mm-hmm. Bedreigend idee soms. Maar goed, ik heb niets te verbergen. Ja. Volgens de huidige wetten van deze tijd en dit geografische puntje op de wereld. In de zoekgeschiedenis zit toch regelmatig Joe versus Wade? Dat mag iedereen weten. Dat ik naar cowboy porno kijk. Goed. Als dat maar is. Brokeback Joe. Oké, we gaan eventjes verder. Ja, er is een overlijden te melden. Mm-hmm. Namelijk van Frank Drake. Nee. Frank Drake, ik heb het al verteld op Q Music en toen ben ik binnengekomen met Drake is dood. Ja. Want direct paniek onder de luisteraars, maar het gaat dus over Frank Drake. En Frank Drake is een sterrenkundige. Meer bepaald een van de allereersten die op een zuiver wetenschappelijke manier met buitenaards leven bezig was. Ik denk wel, de anekdote gaat dat hij ergens in de jaren 50 of 60 een vergadering wou samenroepen met alle wetenschappers die op een ernstige manier bezig waren met buitenaards leven. Alle vier, zei hij zelf. En de aanleiding was dat ze vlak na de Tweede Wereldoorlog ontdekten ze het lawaai dat wij nu maken in het elektromagnetisch spectrum is waarschijnlijk detecteerbaar elders. Dus dachten ze, misschien geldt het omgekeerde ook. Moeten wij een keer beginnen luisteren of dat er lawaai is. Dat moet ook een magisch moment geweest zijn, want de eerste keer dat je dat doet, zou het eigenlijk nog kunnen dat je van alles hoort. De eerste keer dat je elektromagnetisch begint rond te luisteren in de Melkweg, bestaat de mogelijkheid dat je echt tientallen bronnen ziet. Was niet zo. Oh. Frank Drake heeft dan SETI opgericht, waarmee ze dus tot op de dag van vandaag echt constant aan het luisteren zijn. Nooit iets gehoord, behalve het ene wauw-signaal. Ja. In de jaren 70 kwam er ergens zo een piek binnen in een bepaalde frequentie. En de persoon die aan het meevolgen was, heeft die piek omcirkeld en daar wauw naast geschreven. Sindsdien van diezelfde locatie nooit meer iets gehoord. Dus waarschijnlijk was dat een reflectie of het een of het ander. Maar Frank Drake is vooral bekend van zijn Drake's Equation. En Drake's Equation heeft hij opgeschreven op de avond voor die eerste conferentie. Want hij dacht van ja, we moeten toch iets hebben over te praten. En dat is een zeer logisch opgebouwde formule om te proberen inschatten hoeveel detecteerbare beschavingen zijn er nu in onze Melkweg. Hoe gaat dat? Vrij simpel, hè. Hoeveel sterren zijn er? Hoeveel van die sterren hebben planeten? Hoeveel van die planeten zijn bewoonbare planeten? Dus niet te koud en niet te warm. Niet te dicht bij de ster en niet te ver van de ster. Dat je een beetje chemie kunt hebben. Als je een bewoonbare planeet hebt... ik moet misschien zeggen, die eerste drie termen, dat weten we ongeveer. Kunnen we heel goed inschatten. En dan komen we aan, als je een planeet hebt in het bewoonbare gebied, wat is de kans dat er leven ontstaat? En vanaf dan is het natte vingerwerk, want we weten niet of die kans heel groot of heel klein is. Op aarde is het gelukt. We hebben geen enkel ander voorbeeld, dus we weten het gewoon niet. Daarna, wat is de kans als er leven ontstaat, dat uitgroeit tot intelligent leven? Ook heel boeiend. Ja. Sommige mensen zeggen 100%, want de evolutie zorgt daarvoor. Andere mensen zeggen, kijk eens naar de aarde. Ja. Er zijn
miljarden diersoorten geweest. De dinosaurussen hebben hier 200 jaar rondgelopen en er is nooit geselecteerd richting intelligentie in die miljoenen, die honderden miljoenen jaren dinosaurussen. Dus misschien zijn we wel een rariteitje. En dan is de laatste, wat is de kans als je een intelligente diersoort hebt, zoals de Homo sapiens, dat die ook technologie ontwikkelt? Ook geweldig boeiend, want wij lopen hier een paar honderdduizend jaar in deze vorm en we hebben nog maar 50 jaar de technologie voor die... Ziet de kans dat ze zichzelf uitwiped er ook niet ergens in? Dat is de laatste term. Ik was naar de depressieve factor De laatste term is, eens dat die technologische beschaving bestaat, hoe lang blijft die bestaan? Ja. En het toffe is, van al die termen heb je optimisten en pessimisten. Je hebt de optimisten die zeggen, eens dat je een graad van technologie haalt, ga je steeds meer rampen kunnen vermijden. We hebben straks nog een voorbeeldje. We zijn nu bezig met asteroïdenrampen te proberen vermijden met technologie, mocht het ooit nodig zijn. Dus dat zijn de optimisten die zeggen van ja, een keer dat je een level van technologie hebt, you live forever. En dan heb je de pessimisten zoals Carl Sagan, denk ik, die zei van je hebt ergens een overlap van instinct en massavernietigingswapens. Waar wij nu middenin zitten, dames en heren. Sla de krant maar open. En dus die zegt, er is een overlap waar dat je nog oude territoriale en dominantie-instincten hebt. En ook al gigantische massavernietigingswapens. En de pessimisten zeggen, geen enkele beschaving overleeft dat. Ja. Dus dat zullen we dan zien. Goed. Allemaal veel gebabbel. Ik heb een volledige lezing over de Drake Equation gegeven. Die zal ik linken in de show notes. Voilà, die staat, ze duurt een uur en een beetje en ze staat gratis. Ik denk gewoon, Drake is niet dood. Hij is opgepikt. Oh, ontvoerd. En hij zit samen met Elvis ergens anders. Nee. De kaarten. Ja, ze zoeken nog twee man. Maar Paul McCartney. Zijn dochter is, ik denk dat ze Nadja Drake heet, en die is wetenschapsjournaliste. Ja, we hebben die zelfs al eens geciteerd ergens. Ja. Ik herinner me er iets van. Ja, die ook op Twitter heel actief en schrijft wetenschapsartikels. Oké, volgend nieuwsje. Er is alweer geen lancering van Artemis 1 geweest. Nee. Maar dit keer was het niet hun schuld. Nee, het was een ander. Het was slecht weer. Een stormpje. Ja. Was het orkaan? Hurricane. Ik heb er Engels en Nederlands. Ja, een orkaan. Ja, hopelijk was het de laatste der orkanen. Orkaan Ian. Ian, ja. Ja, inderdaad. Er is een orkaan gepasseerd, dus ze hebben hem helemaal teruggerold. Ja, ze hebben hem zelfs in gered. Allee, zou kunnen omwaaien. En dan zou ze eigenlijk kunnen opstijgen. Zo. En dan ze hebben haar gered en ze zou kunnen omwaaien. Ah ja, uiteraard. Ja, dat is waar. De Fallus is vrouwelijk dit keer. Ja. Het is een hurricane. Korte recap voor de nieuwe luisteraars. De Artemis-raket, de raket waarmee we terug naar de maan willen eigenlijk. Ja. Dat in het heel kort uitgelegd. Genoemd naar Artemis, de zus van Apollo. En ja, stel dat die omgewaaid was, dan zat met Damon vast op de aarde en kon hij nooit meer terug naar Mars. Ja, zwart. Ja. Te ver gezocht. Te ver gezocht, lieven. Alleszins, het is al de tweede keer dat het wordt afgeblazen. Derde keer. Eerst twee keer door technische issues. Denk een lekkage bij het vullen van de tanks. En dan was het uitgesteld. Dan zeiden ze van, nu gaan we het langer uitstellen dat we alles kunnen herstellen. Toen dachten ze, daar zijn we mee klaar. En dan was het normaal 27 september, eergisteren voor ons op dit moment, ging hij gelanceerd worden, door het weer afgeblazen. Het zou kunnen, tegen dat de podcast uitkomt, dat er al een nieuwe poging is. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar we zullen zien. Je zou denken dat je de angular velocity van zo'n orkaan kunt gebruiken om een extra boost te geven met lanceren. Ja, dat is waar. Want zoals we allemaal geleerd hebben uit Kerbal Space Program, een beetje ruis en een beetje duwkes links en rechts, die helpen vooral bij het lanceren. Kerbal Space Program, voor wie het niet kent, is een spel waarbij dat je als een soort buitenaardse beschaving je eigen ruimtevaartprogramma moet ontwikkelen. En dat gaat niet van de eerste keer goed. En Randall Monroe van XKCD, de tekenaar, die dus ingenieur bij NASA geweest is, die zegt, ik heb meer geleerd van orbital mechanics van dat computerspel dan van mijn ingenieursopleiding. Hij heeft ook een tweede boek uit, What If 2, Randall Monroe. Klopt. Nu we toch aan dingen zijn. En aangeraden boekje. In het Nederlands vertaald als What Als 2. Ja, super. Inderdaad. Ja. Goed. Artemis 1 is niet gelanceerd. En er zijn mensen die zich nu beginnen afvragen of Artemis 1 voor het spaceship op de maan zal staan. Ja, want het plan is, Artemis 1 is gewoon
een keer rondvliegen tot aan de maan. Artemis 2 is met astronauten een keer rondvliegen naar de maan. En Artemis 3 is landen met astronauten op de maan. Ah, er is geen onbemande landing? Dat weet ik niet zeker. Zoals ik het opgeleid. Toch, maar... toch niet nu, denk ik. Want... Nee, zeker nu niet. Artemis 1 is enkel maar een rondje rond de maan. Ja. Dat stond voor Starship ook gepland, maar we moeten wel eerlijk zijn... Starship heeft ook zijn orbital test, die eigenlijk voor juli en augustus gepland stond, ook nog niet gemaakt. Dus die lopen ook stevig achter. Maar het ziet er wel naar... Enfin, ik vind het wel een beetje tekenend dat je met Starship en met Artemis 1, met die raketten, dat je een beetje old space en new space tegelijk ziet. Artemis 1 is een heel typisch old space project. Geweldig engineerd, diep over nagedacht. Dit is hoe we het gaan doen. Je zet alles klaar en vanaf het kleinste anomalietje alles afblazen en opnieuw beginnen. Ja. En even een maand pauze terugrekenen. Maar zelfs dat... Terwijl, wat is de aanpak van New Space... Enfin, typisch de aanpak van SpaceX. Schiet maar in de lucht, als het ontploft is het interessante data. Want als ze met Starship een paar keer gedaan hebben, dat kan... Old Space en de NASA zich blijkbaar niet permitteren, maar dat zorgt er wel voor dat je met die hele stugge en trage en beetje piepkrak vooruitgang zit. En misschien is dit, want denk Everyday Astronaut heeft zelfs een filmpje, Why Does SLS Still Exist? Space Launch System van de NASA. En dat gaat hem over, ja, is het niet gewoon, gaat Starship het niet gewoon overnemen op korte tot middellange termijn? Als je zelfs kijkt naar het design van die raket, van die Artemis-raket, dat lijkt toch heel veel op de raketten die dat de Space Shuttle lanceerde. Zo ene grote oranje booster in het midden en dan twee boosters langs de zijkanten die eigenlijk helemaal opbranden. Kurt heeft het over de kleuren. Dat is weer gewoon oranje in het midden, wit langs de zijkant. We've been here, hallo. Nee, maar ik bedoel, het idee van we schieten alles naar boven en het zal wel ontploffen of opbranden en het kleine capsuleke van boven keert terug. Ja, voilà. De tjoep komt terug. De tjoep komt terug, met de parachute. Maar kijk, het is het thema van de voorbije maanden. Wachten op de lancering. Zowel de orbital test van Starship als de Artemis 1. Uitgesteld. Eigenlijk is dat een nieuwe space race aan het worden. Ja, het is een beetje space wait op dit moment. Space wait, ja. Oké, maar er was wel ander spannend nieuws. Ja. Iets wat wel gelukt is, Kurt, is de DART-missie. Wat is het doel van de DART-missie? Ja, voor zover, het is kei van het nieuws gekomen, dus ik denk dat iedereen wel mee is. Maar ik vind het ook wel altijd als inleiding ook wel heel grappig hoe dat soms namen genoemd worden en dan, er is een term voor, hè, dat je eerst je woord kiest en dat dan invult zo. Dat een dat zo acroniem. Een backroniem, ja. Een DART. Een acroniem is zoals NASA. Dus eigenlijk de letters van de eerste woorden. En nu probeer ik mij te herinneren. National Association. Aerospace Association. Air and Space, zoiets. Ja. Ja. En een backroniem is, je neemt eerst het woord, zoals de Trappist-telescoop. En dan maak je achteraf met die letters iets dat... Dat is een beetje gelijk in de Bakropolis in Athene. Ze hadden eerst dat idee, dan hebben ze dat gebouwd. Dus het idee van de missie was, we schieten een ruimtetuig in de lucht en we gaan een keer Armageddon in het echt doen, maar dan ook niet in het echt, want het is niet mee ontploffen en zo. Maar we is gaan het dus, in de metaverse? Het is niet in de metaverse, nee, het is in het echt. Maar dus we gaan een ruimtetuig in de lucht schieten en we sturen dat op iets of van asteroïden af en we gaan zien of dat we dat kunnen raken en zo verder. Dus eigenlijk gaan we darts in de ruimte spelen. Oh, dart, kijk, coole naam. Weet je wat? We noemen dat dan Double Asteroid Redirection Test. Oh, cool. Maar waarom dubbel? Dubbel omdat de asteroïde waar ze naartoe vlogen, dat was niet één asteroïde, dat was een asteroïde, een kleintje. Namelijk het kleintje Dimorphos. Het is uit Grieks dat komt en die draait rond Daidamos. Dus je hebt een klein asteroïdeke dat draait eigenlijk in een baan rond een grote. Een maan rond een... Ah, oké, cool. Die naam zegt trouwens in het Grieks ook tweeling, dus wat dat ook heel schoon is natuurlijk. Dus er zit wel wat logica aan. Ze hebben er heel hard over gebrainstormd. Dus als ze dat in het vervolg gaan gebruiken, is het gewoon art als het op een enkele asteroïden is. Of SART. Single SART. Ik hoop dat ze een fluoride asteroïde ontdekken. Of een fabulous. Ja, fabulous asteroid. Oh, of een asteroïde met helium in. En alleen... De single helium. Ik wil gewoon een shard maken, sorry. Ja. Okay. Maar, ik vind het wel heel cool. Wij zijn de eerste generatie die testen doet. Wat gaan we doen als er zo'n grote steenblok op ons afkomt? Maar het is een hele verre. Het is 11 miljoen, relatief gezien ver, 11 miljoen kilometer van de aarde vlogen. Ja. Wat dat ook wel, qua radiocommunicatie, je zit ook, ik weet niet hoe snel te vliegen, namelijk 23.000 kilometer per uur. Dus je kunt niet even met een joystick op aarde gaan regelen om bij te sturen. Dus dat was volledig autonoom. En dat was zo'n beetje de test. Kunnen wij op die afstand, tegen die snelheid, iets, een richting geven dat iets anders kan raken?
En eigenlijk is het een beetje biljart, want ze willen met die... Nee, darts. Maar ze willen met die impact, willen ze eigenlijk die asteroïden van baan doen veranderen en liefst nog op exacte manier die ze op voorhand berekend hebben, zodanig dat je iets wat op de aarde afkomt, lang op voorhand kunt afbeugen. Ja. Op het moment nu weten ze dan nog niet of dat gelukt is. Ja. Ze weten wel dat ze hem geraakt hebben. Er zijn beelden, want dat is ook wel heel cool om te zien. We zullen die filmpjes ook online zetten. Je ziet echt zo die asteroïden dichtbij komen. En dan zo nog een halve JPEG. Dat je weet, van tijdens het verstuur is dat ding gecrashed. Maar ik heb ook beeldjes gezien, zodat je echt een impact ziet. Dan ineens zie je zo een wolkje bij het bolletje. Dat was zelfs een telescoop op aarde die dat op zich gefilmd had. Dus ze weten wel dat geraakt heeft. Heeft James Webb ook geen beelden gemaakt? Ja, maar die zijn er nog niet. Nee, dat is waar. James Webb en... Hubble? Hubble. Ze hebben alles wel in de ruimte hing qua telescopen en toestanden. Hebben ze allemaal erop gericht. Dus ze gaat nog beelden krijgen. Hubble kan met zijn oude ogen toch niet zo ver kijken. Ze hebben er een lens voor gezet. Het was echt Armageddon. Je hangt daar dan als klein ruimtesondeke en zowel James Webb als Hubble kijken naar u. Dat zegt ze van, alright, my moment to shine. Om de verhoudingen te zien, want het is inderdaad een heel klein ruimtetuigje. Dus het stuk asteroïde wat ze opgeschoten hebben was ongeveer 150 meter diameter. Pakt een voetbalveld. En de darts raket dat erop, satellietraket, whatever ruimtetuig dat erop geschoten is, had 1,3 kubieke meter ongeveer, een frigo eigenlijk. Oh. Dus ze hebben een frigo op een voetbalveld laten schieten. Voilà. Ja, dat is een wacht, die ben ik ook al een paar keer. En voor de duidelijkheid, die asteroïde was één die niet op weg was naar de aarde. Nee. Zou het kunnen? Nee. Dat lijkt mij het begin van een film met Louis de Funès. Ja. Monsieur le professeur, il y a une erreur, oh non. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Nee, wat dat ze hopen is dat... Dat hij niet op de aarde afkomt. Wat ze hopen is dat ze eigenlijk... Ze weten wat de baan is van het kleine rond de grote. Dat ze eigenlijk die met 10% dichterbij geduwd hebben. Dat is hetgeen wat ze hopen. Ah, ja. En dat gaan ze dus proberen te meten de volgende dagen. Maar dan weten ze nu nog niet of dat gelukt is. Ze weten dat het een impact er geweest is, maar ze weten nog niet de impact van hun impact. Maar dus ze hebben op de kleine gemikt, niet ze op de grote? Ze hebben op de kleine gemikt, ja. Ah, direct de lat een beetje hoger gelegd, ja. Ah, het is ja, omdat het grote, als ze de grote naar de baan zouden duwen, dan zou de kleine meevolgen. En misschien dat iets risicovoller was om inderdaad van shit, dan komt hij wel op de aarde. Nu, er zijn nog een aantal toffe dingetjes, toffe reacties. Hè, zo, that's one for the dinosaurs. Zo, of er is ook een heroïsche filmtrailer en al gemaakt. Maar ook grappig is, Google had een easter egg. Namelijk als je googelt op NASA DART, moet je maar een keer doen. Ik ga niet zeggen wat er gebeurt, maar dan is het zo typisch iets dat er gebeurt. Zo iets tof. En voor de mensen... Dan vliegt er een frigo eruit die nu een laptop van tafel kletst. Zou kunnen. En het laatste is zo een Twitter-account dat ik ook wel heel grappig vind om zo te weten van 11 miljoen kilometer. Dat is keiver. Dat is totaal buiten reach. Er is er ene die dat... alle asteroïden die dat binnen een baan van 30 miljoen kilometer van de aarde, dat gewoon tweet. We hebben juist weer een die de aarde gepasseerd is. Hoe heet die nu weer? En die heet Low Flying Rocks heet die. Low Flying Rocks. Dat is wel een toffe dat je af en toe kunt... Ah, er is weer een gepasseerd. Hoor. Niks van gemerkt. Oké, maar kijk, dus de DART-missie is geslaagd. Enfin, de metingen zijn nu nog bezig om te kijken of de afwijking volgens de berekeningen is. Maar voor mij is dat een heel cool idee. Wij zijn de eerste generatie die eigenlijk denkt... Stel dat wij lang op voorhand zo'n rotblok zien afkomen, dan kunnen we daar iets naartoe sturen. Dit is één techniek. Er iets keihard tegen laten vliegen dat het afwijkt van de baan. Een andere techniek is om een raketje... zich te laten vastgrijpen aan die asteroïde en dan eigenlijk door heel lang te duwen... Een booster. Zo, die eigenlijk een beetje weg te duwen. En een boring te doen en dan laten ontploffen. En Bruce Willis erin te steken. Ja, maar dat is trouwens... Dat is ook een heel slecht idee, want dan heb je niet één asteroïde, maar meerdere asteroïden. Maar wel een zalige soundtrack. Hallo? Nee, ga niet doen. Oké. Volgend nieuwsje. Een jaarlijks feestje. De Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt. Ig Nobelprijzen, altijd een maand voor de Nobelprijzen. En eigenlijk ontstaan als een parodie op de Nobelprijzen, maar nu meer geëvolueerd naar... Research that first makes you laugh and then makes you think. Jeroen, het is altijd uitkijken naar... Zijn er Belgen dit jaar? Geen Belgen. Nee, niet. Er zijn wel Nederlanders. Er zijn Nederlanders, ja. Oh. Ja, er is, en ik ga beginnen met een Nederlander, namelijk Peter de Smet, die de Ig Nobelprijs voor de kunstgeschiedenis gewonnen heeft. Die heeft namelijk een interesse in pottery, dus
Aardewerk, ja. Aardewerk, dat is het woord dat ik zocht uit de Mayaanse periode. Wanneer was de Mayaanse periode? Midden-Amerika, ja, 1000 na Christus. 600 tot 900 na Christus. In mijn kop is het altijd ouder. Ja, maar wij zijn daar pas... onze Europese geschiedschrijving is daar pas in 1500 toegekomen natuurlijk. Wel, in 1977 is er zo'n pot ontdekt waarop dat duidelijk Maya's te zien zijn die een enema toedienen. Een enema, een spoeling. Een darmspoeling. Een darmspoeling. Ja, ietsje binnengieten in de anus. Inderdaad. Ze wisten al langer dat die voor medisch gebruik gedaan werden. Ja. Maar daar op die specifieke afdeling leek het eerder recreatief te zijn. Ah. En wat heeft Peter de Smet en zijn collega Nicolas Helmoet hebben uitgevogeld? Die hebben gezegd van wat zou daarin kunnen gezeten hebben. Die hebben een lijst van ingrediënten gemaakt. En die hebben vervolgens gezegd wat dat elke wetenschapper doet op dat moment. We gaan dat zelf eens proberen. Ja. Motorolie. Absoluut. Chilipeper. Haal de vodka-tampon. Het was inderdaad vooral alcohol. Normaal moet er ook nog tabak bij, maar dat vonden ze te gevaarlijk. Okay. Dus ze hebben eerst een alcoholisch drankje gedronken als basislijn. Dan hun reactie opgemeten. En dan de volgende dag een alcohol-enema van 20%. In het hol gegoten, ja. Was niet 5% of zo, want ze durfden niet te hoog gaan omdat dat zou irriteren aan de binnenkant. Okay. Correct. 5%. En dan de resultaten zijn wel degelijk van inderdaad, alcohol en een darmspoeling, dat gaat zeer goed te staan. Maar er bestaan dus eigenlijk dan oud aardewerk waarop dat afgebeeld staat. Absoluut, ja. Ja, de spirituele Maya die alcohol in het hol, dus gegiste mais in het hol giet eigenlijk. Absoluut. Wat een tijden. Was dat echt geneeskundig of was dat recreatief? Dat was recreatief. Wel, geneeskundig hebben ze het al waarschijnlijk een soort van verdoving. Ik veronderstel als je 20% alcohol in je poepenol steekt, dat je wel veel, een beetje van de wereld bent. Daar, dan... En er was nog een Nederlander, maar ik weet niet meer bij wat. Wel, we gaan eens verder. Toegepaste cardiologie, die ga ik heel kort uitleggen. Als je verliefd bent op iemand en je praat daarmee, je hartritmes synchroniseren. Daar zat ook een Nederlands onderzoeker bij. Dat kan. Friederike Berends heb je het dan waarschijnlijk over. Die klinkt het meest Nederlands. Of Mariska Kret. We gaan het opzoeken. Mariska is wel een heel Nederlandse naam. Alleszins, ze hebben onderzoek gedaan op mensen die speeddaten. En de onderzoekers verwachten eigenlijk dat er van alle andere factoren zouden overeenkomen. Dus samen lachen. Oogcontact, dat was al geen correlatie tussen te vinden, maar het hartritme dat synchroniseerde wel. Dus dat is trouwens inderdaad Mariska Kret uit Leiden University. Alright. Ja, dan hebben ze de Ig Nobelprijs voor de literatuur is mensen die precies hebben uitgezocht waarom legale documenten zo moeilijk zijn om te verstaan. En de conclusie was prachtig. Het is niet omdat ze vol met vaktermen staan, ze zijn gewoon slecht geschreven. Correct. Ja, er zijn psycholinguïstieke factoren, zoals we dat eigenlijk zeggen. Dat ze dan ook op een soort onverstaanbare manier zeggen, ze zijn slecht geschreven. Ja. Maar ik vond dat wel een supercoole conclusie, want dat wil eigenlijk zeggen dat legalisten bijna opzettelijk een beetje mist optrekken om zeer... Ja, ongrijpbaar en geleerd over te komen. Het is een beetje bewaken van het territorium. Ja, waarschijnlijk. De Nobelprijs voor de biologie die is gegaan naar Solimara Garcia Hernandez en collega's. Er zijn bepaalde schorpioenen, namelijk de Ananteris balzani. Peter zou er moeten bij zijn. Maar die schorpioen als verdedigingsmechanisme, die blaast zijn achterste op. Wel, maar... Ik vind altijd de charme van de Ig Nobelprijzen is de manier waarop dat Mark Abrahams, de presentator, eigenlijk aankondigt waarom ze gewonnen hebben. Ja. En bij de biologie was mijn favorietje dit jaar. Ja, mij ook. En dat ging... hij heeft dat aangekondigd als onderzoek naar de vraag of constipatie al dan niet een negatieve invloed heeft op het datinggedrag van de schorpioen. Wel, dus wat die schorpioenen doen, bij bepaald gevaar blazen die hun achterste eraf. Dat is een deel achterste dat weggaat, maar ook een deel van het darmenstelsel daar. Dat groeit terug toe. En de hypothese van die wetenschappers was, oké, die schorpioen is serieus wat gewicht kwijt. Dus die gaat daarna sneller zijn en dus mogelijk ook in het paringsdansen sneller een wijfje kunnen vinden. Ook al is zijn achterste eraf geblazen. Zo, have you been working out? Maar zij dachten dat dat effect zou verminderd worden omdat die schorpioen is de facto geconcipeerd. Want hij voor heeft de rest van zijn leven. Voor de rest van zijn leven. Want hij heeft zijn aars net in 1000 fruten van neergelaten. Dat groeit niet meer terug. Dat groeit niet terug. Dus dat groeit gewoon toe. Dus dat is een keidikke scheet laten en uw gat groeit toe. Ja. Ja. En dan ontploft dat terug. Ja. Dat was de hypothese. De hypothese was, die schorpioenen gaan eerst sneller zijn, want yippie, de helft van mijn lijf kwijt. En dan trager. Oh fuck, ik zit vol met kak.
Wat blijkt nu, het heeft er geen effect op. Dus constipatie heeft geen invloed op het datinggedrag. Ook al zijn die schorpioenen 25% van hun lichaamsgewicht kwijt vlak na de ontploffing. Ze wandelen en paren die blijven, even snel. Die blijven dus nog een tijdje leven en dus die zijn hun eigen luier. Dus dat achterlijf dat verdikt langzaam en alles wordt daar een beetje in opgevangen. Dus en de vrouwtjes kunnen nog zwanger worden, maar ze krijgen minder nakomelingen omdat er te veel kak in de weg zit. Dus die kinderen kunnen effectief zeggen, my mom's full of shit. Ja. Ah, en dan kan die niet nog een keer ontploffen. Nee, want nee, die ontploft niet echt. Die werpt zijn staart af. En dan krijg je keiveel kak over. Maar die werpt de staart af gelijk een hagedis. Je neemt die een staart vast en die werpt dat af. En het coole is, want er stonden filmpjes bij de onderzoekers. Het coole is, een keer dat die een staart afgeworpen is, blijft die ze nog steken en uithalen met die pin. Wat gemeen. Het is de pin, het zijn de gifklieren, de anus en nog wat meer darmstelsel. Dan, de Ig Nobelprijs voor de geneeskunde. Blijkbaar, als je chemotherapie krijgt, dan is er een infectie die je kunt krijgen, een soort van je epiteelcellen in je keel, die worden aangetast, waardoor je heel gemakkelijk last van krijgt. Wat doen ze normaal aan die mensen? Ze geven die ijsschilfers om op te zuigen, om dat koud te houden. Koud gaat infectie tegen, bla 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 bla. Sommige mensen vinden dat moeilijk om op te zuigen, zo rauwe ijsschilfers, want ja, je hebt dan een dag chemo achter de rug. Dat is niet het meest fijner om te doen. Dus ze geven die mensen ijsjes, roomijs. Maar het was nog nooit onderzocht. Werkt dat eigenlijk even goed als die ijsschilfers? Hoera, het werkt even goed. Dus geen ijsschilfers niet meer nu. Ja. De prijs werd want daar hadden ze een beetje in de formulering hadden ze het wat opgeblazen. Daar hadden ze gezegd, geneeskunde prijs voor het ontdekken van een nieuw cruciaal ingrediënt van chemotherapie, roomijs. Ja, en dan correct. Achteraf bleek, je moet het in de mond nemen. Maar alweer, first makes you laugh, then makes you think. Je hebt ook bij chemotherapie heb je zo de ijskap. Hè? Dus dat ze eigenlijk een muts aanzetten die gekoeld is. Chemotherapie is erop gericht om snel delende cellen aan te vallen. Zoals tumoren. Je hebt nog redelijk wat andere snel delende cellen in je lichaam. Waaronder uw haarcellen. En dus ook inderdaad in uw slijmvlies. Epiteelcellen in uw mond. Want uw mond moet heel snel genezen. Hè? Als je daar een wondje hebt, is niet de bedoeling dat je heel lang niet kunt eten. En dus, hoe kan je die snelle deling stilleggen door dat te koelen? En die muts is eigenlijk een manier om je haarwortels tot rust te brengen op het moment van de chemotherapie, dat die niet eigenlijk al die gifstoffen binnenhalen. En dus op ijs zuigen is hetzelfde om te doen met die mondcellen. Door de volgende gaan we snel door. De Ig Nobelprijs voor ingenieurswetenschappen gaat naar een hele hoop Japanse onderzoekers die hebben ontdekt hoe gebruiken mensen nu eigenlijk deurklinken. En een heel mathematisch model van de grootte van de deurklink, welke vingers er gebruikt worden. Maar ook een onderzoek gedaan met dus allerlei verschillende soorten klinken in een doorzichtige bak gezet en gefilmd uit 6 hoeken, terwijl allerlei leeftijden van mensen die vastnamen en die gebruikten. Het ging er wat over. De Ig Nobelprijs voor de fysica was voor een team van uit China, dat probeerde te onderzoeken hoe eendjes op een rij zwemmen. Er is één specifieke soort eend, de mallard ducklings, ik weet niet hoe je dat moet vertalen, die zwemmen op één rij en die hebben een fysisch model uitgewerkt van hoe dat beneficial is voor elk van die eendjes. Hoeveel dat die ervan daaruit halen. Ook alweer geniaal. Je stelt je voor, de mama eend zwemt. Achter zich maakt die van die sinusvormige golfjes. Als je als kleine eend altijd op eigenlijk de bergaf van de sinusgolf, dan zijn ze eigenlijk aan het surfen, gelijk een surfer, gaat die golf je stukje meepakken. En ze hebben dus berekend, dat eerste eendje haalt daar veel voordeel uit, dat tweede nog een beetje, het derde nog een piepklein beetje, en vanaf dan de meer. Ja. En het beste van al, ze hebben effectief onderzocht of dat tot efficiëntie bij containerschepen kan leiden. Dus dat je in Oostende ligt te zonnen en dat er zo een tanker voorbij komt met altijd kleinere bootjes achter, die dan eigenlijk van die golven gebruik maken. De reden dat ze dat met die eenden getest hebben trouwens, is omdat die eenden na 12 uur dat die uit hun ei zijn, kunnen die al zwemmen. Dus je hebt een hele snelle turnover van generaties eenden waarbij je dat kunt testen. En ze hebben een soort van mini-zwembadje, een mini-golfbad eigenlijk, gelijk in Londerzeel, waarop dat ze dat getest hebben. En de eendjes moesten 20 tot 30 minuten per dag zwemmen in een soort van circulerend waterbad. Dus ze gingen eigenlijk niet vooruit. Arme. Ja, very sad. Ik denk als Mellert zijn gewoon blijkbaar wilde eenden. Ah, wilde eenden. Voilà. Als je dat lab zou openzetten voor toeristen, heb je die onderzoek al teruggediend. Gewoon cirkelzwemmende eendjes in treintjes. Heerlijk. De Ig Nobelprijs voor de Vrede die ging naar een hoop onderzoekers die een algoritme ontwikkeld hebben om mensen die roddelen te kunnen doen
wanneer vertelt je als roddelaar best de waarheid en wanneer liegt je best? Het komt er eigenlijk op neer, het is eigenlijk redelijk eenvoudig achteraf. Als je als roddelaar tegen een andere roddelaar bezig bent, dan kun je best de waarheid vertellen. Het komt erop neer, wie haalt er voordeel bij het vertellen van de leugen? Het is game theory. Het is eigenlijk game theory in een sociale situatie. Door roddels maak je jezelf interessant bij de anderen, maar het moment dat je weet dat je liegt, maakt je jezelf onbetrouwbaar. En eigenlijk de game-theorie van waar haal ik het meeste voordeel uit, maak ik mij nu interessant of maak ik mij onbetrouwbaar, dat dan in een mathematisch model. En dan gaan we afsluiten met mijn tweede favoriete Ig Nobelprijs. Naar Magnus Gens, de Ig Nobelprijs voor de Veiligheid. De categorieën elk jaar zijn redelijk fluïde. Voor het ontwikkelen van een crashtest-dummy van een eland. Want waarom is een eland zo speciaal als dat aangereden wordt door een auto, geraakt die eland, omdat eigenlijk het meeste gewicht van een eland zit redelijk ver van de grond. Ja. Die hebben redelijk lange poten. Dat zijn gigantische beesten. Dus het probleem is, als je dat met een standaard crash test dummy doet, ja, wij als mensen, ons gewicht zit eerder centraal. Terwijl bij een eland staat dat een stuk van de grond. Ja. Geraakt die eland eigenlijk met uw bumper, raakt je die aan zijn beentjes. Eigenlijk is dat niet het ergste om te raken. Het is de tweede impact, namelijk dat gigantisch logge lijf dat door u vooruit crasht. Dat je bovenop u valt. Dat is het probleem. En dus ja, Magnus Gens heeft samen met Saab, het automerk, heeft met behulp van ongeveer 120 soort van rubberen banden in de vorm van een eland en met verschillende gewichten erin, heeft hij een dummy. Het is nog zonder hoofd. Dat is het vervolg van het onderzoek. Hij zegt van, het hoofd kan een soort van pendulum-effect hebben. Dat moet ik nog onderzoeken. Maar dus een hoofdloze dummy gebruikt om te checken wat er gebeurt als je auto's tegen elanden rijdt. En effectief, ze hebben kunnen verifiëren dat de autovrakken van eland aanrijincidenten, ze hebben dat geverifieerd met diezelfde auto's tegen die dummy te rijden en de breuken waren identiek. Dus ze hebben nu een goed model om te testen hoe goed kan onze nieuwe Saab of eender welke andere auto tegen het rijden tegen een eland. En het is juist het goed moment van het jaar, want het is weer het moment van de dronken elanden. Absoluut. Elk jaar zijn er problemen met elanden die rottend fruit opeten en dat gist en dan worden die zo helemaal zo... Dan gaan die echt zo de steden in en zo, want dan worden die een beetje overmoedig. Ik vind het einde geweldig. Every moose is unique. Moose are hard to generalize, Jens acknowledged. And his dummy doesn't have a head, which he thought could be incorporated into future designs. This would add a pendulum effect to the physics. And those resonant frequencies need to be thoroughly evaluated. Dus hij is nu belangen niet klaar. Het is dat zwabberende hoofd is de derde impact waarschijnlijk. De elandresonantie. Inderdaad, ja, maar ja. De koop, wagen met lage elandresonantie. Maar er was toch al een test voor auto's, de elandtest? Maar dat is iets anders. De elandtest is een hele scherpe bocht links-rechts. Ja, zo slalomken. Hè? Ja, een heel scherp slalomke en dat zo, want ik denk... Zo en waarom noemen ze dat de elanden? Ah, misschien dat die zatte elanden... Ja. Maar, ik denk dat de grootste testfacilities voor autotesten, dat die in Scandinavië liggen. Ik denk zelfs dat zo de grote Duitse merken, dat die naar daar gaan voor hun testen te doen. En ik neem aan, in Zweden en Noorwegen, het bochtje links-rechts, dat je dat vooral doet als er zo een massieve eland op je afkomt. Ah, vandaar, ja. En dus inderdaad, het staat al lang bekend, het gevaarlijkste aan de eland is dat zijn zwaartepunt volledig boven de motorkap ligt. Dus bij veel andere dieren heb je eerst een impact en dan rolt het dier tot uw vooruit. Een eland, die beentjes doen niks. Dat zijn stekjes. Die zeggen gewoon knets en je krijgt aan volle snelheid het volle gewicht knal in je vooruit. Dus ook een beetje tragisch dat het economisch meest interessante aan de eland is de manier waarop je tegenknalt. Ja, kijk, toch maar een Ig Nobelprijs geld. Maar voor de mensen die niet kunnen inschatten of nog nooit een eland gezien hebben, gaan een keer naar het Natuurhistorisch Museum bijvoorbeeld. Ja. Daar staan er. En ik weet nog als klein dat ik de eerste keer kwam, dat ik dacht van, wow, dat is groot. Dat is een enorm beest, ja, absoluut. En je wilt daar geen ruzie mee, want die stampen nu letterlijk tot moes. Hè. Vandaar de moes. Ja. Eigenlijk, een eland... Naar de ontdekker van de eland. Maar dan weet dat die ook zo problemen veroorzaken als die dronken zijn. Dus, hè. Maar een eland, als een eland razend wordt op iets, meestal als het over de jongen gaat, hè, dat is bij alle dieren zo. Dus als jij toevallig in een bos tussen de jongen en de moeder loopt, de aanvalstechniek van een eland is om op je af te stormen, met de hoeven te klauwen tot als je op de grond ligt en dan eigenlijk op je te stampen tot als er letterlijk alleen maar een beetje moes overblijft. Ja. Moes. Eland moes. Oké, dat waren de Ig Nobelprijzen voor dit jaar. Een beetje AI-nieuws.
Kurt, we hebben het al een paar keer gehad over DALI en over... DALI 2. Trouwens, ja, we spreken altijd over DALI 2. Hè, dus een AI-systeem dat op basis van een opdracht een afbeelding kan genereren. Er zijn er een paar andere ook. Stable Diffusion is iets anders in de zin dat je dat makkelijk zelf kunt draaien. Want ja. DALI 2 draait ergens... Even mezelf draaien. Dus DALI 2 draait op de cloud. Stable... Op iemand anders in een computer dus eigenlijk. Stable Diffusion kan je gewoon lokaal... Ja. Als je computer krachtig genoeg is, kan je lokaal op je computer zetten en kan je daar... Als je een redelijk oké GPU hebt, ja. Ja. Nu, om dat systeem te trainen, heb je nog altijd een enorm datacenter nodig. Het getrainde systeem kan draaien op een zware PC. Het is een stuk programmacode, Python-scriptjes, meer bepaald, en dan één grote file van 6 gigabyte met alle het getraind model. De getalletjes, de weights en de... En niemand weet... Dat is een black box die je downloadt. Niemand weet waarom het werkt. Je kunt alle getalletjes opvragen, maar je weet niet waarom dat ze allemaal samenwerken. Dat zijn gewoon heel veel matrixvermenigvuldigingen achter elkaar en er komt iets uit. Ja. En Stable Diffusion, is dat gratis te downloaden? Dat is een van de eerste open source systemen. Ja, en dat is het coole open source. Ja, je kunt daar zelf je input en je output bijschrijven. En dat is wel heel cool om te zien. Op Twitter zijn er heel veel feeds van wat dat mensen er allemaal mee doen. Omdat DALI 2 is... text-based en je krijgt een tekening, een aantal tekeningen, of je geeft een tekening en die kan outpainten, die maakt die tekening groter, wat ook eigenlijk heel vet is als je dat zo soms ziet. Ah, dat is juist. Je stopt, want ze hebben het voorbeeld gedaan met het schilderij Girl with the Pearl Earring, dat ze gewoon uploaden in een programma, en dan zeggen ze, maak dat schilderij nu een keer... Enfin, maak de kamer die we zien nu een keer drie keer zo breed, en dat systeem vult dat zelf in dezelfde stijl. Een nog schoner voorbeeld is Starry Night van Van Gogh. Ja. Dat ze geoutpaint hebben en er is een heel dorp naast getekend. Oké. In de stijl van Van Gogh. Wacht, ik ga het even nu laten zien. Voilà. En een TARDIS zit hier ook bij? Ja. Dit is Starry Night. Ik ga het online zetten op de website ook. Dus zelfs die rivier en zo heeft hij daarbij. Oh, waanzin. Dus je hebt de rode rechthoek in het midden is Starry Night van Van Gogh. En dan wordt er volledig in die stijl een heel dorp en een heel tafereel bijgetekend. Wacht, maar dus je hebt DALI, je hebt Stable Diffusion en je hebt nog eens een Midjourney. Die op Discord draait. Ja, Midjourney is de makkelijkst bereikbare, omdat je eigenlijk gewoon een Discord-account moet hebben. En je kunt rechtstreeks in een van de verschillende threads kunt je gewoon je letters en je woorden tippen. En die genereert ook een tekening voor u. Ja. Oké. We gaan eerlijk zijn, wij zijn daar heel enthousiast over omdat die technologie fantastisch is. Er zijn mensen die zeggen, je bent hier wel... Ja, vooral uiteraard illustratoren, mensen die zelf met kunst bezig zijn. En dan gaat het over twee dingen. Het gaat enerzijds over, dit heeft geen artistieke waarde, want dat is niet door een bewustzijn gecreëerd. Dat is het samenraapsel van wat er gevonden is online. En anderzijds natuurlijk ook... Het marktverstorende effect, het feit... Ik ben nog niet zeker of dat veel illustratoren jobs gaat wegnemen, omdat je krijgt heel vaak dezelfde stijl en zo. En je ziet toch vaak dat zo wat... Er valt heel veel over te zeggen, los van het technische, want dat is kei tof. Je hebt een tekstinterpretatie, je hebt dan tekeningen getraind en hoe dat die zijn tekeningen opbouwt en zo, dat is technisch heel wonderlijk om te volgen. Mm-hmm. Heb je dat, dat heeft een gigantische impact. Ja. Dat is, als je ziet hoe snel het dan nu aan het gaan is, zodat je op Twitter gewoon iedere 10 dagen enorm veel nieuwe toepassingen van die Stable Diffusion ziet passeren. En wel, dat wou ik nog even zeggen. Ik denk dat DALI in toen dat wij DALI 2 brachten hier in de podcast, ik denk dat dat 4 maanden geleden is. Ja, het is vier maanden tijd is dat, als een olievlek, heeft dat immens veel toepassingen en andere dingen. DALI 2 is nu ook open voor iedereen. Okay. Je moet geen invite meer krijgen. Want ik ben keikwaad. Ik heb een invite gevraagd, want met een Nerdland-account kon er al een tijd op. En ik kreeg maar geen uitnodiging. Dus nu mag ik mee binnen met het plebs. En moet je betalen. Het is 10 cent per zoekopdracht dat je geeft. Ja, nee, je krijgt 50 gratis. Ja, je krijgt er 50 gratis, maar ja, dus... En dan 10 cent waarschijnlijk. Maar goed, ik denk dat we dat onderwerp nog eens moeten behandelen als Tiffany erbij is, want zij is natuurlijk zelf illustrator. En ik denk een van de belangrijkste argumenten die illustratoren zelf hebben is, dit systeem is getraind met dingen die wij gemaakt hebben. Ja. Dus kunnen wij met ons werk zeggen dat we niet akkoord zijn? Ook daar heb je weer argumenten aan alle kanten. Er zijn sommigen die zeggen, ja, maar elke kunstenaar heeft zich geïnspireerd op wat er voor hen kwam. Anders waren we allemaal begonnen met rotstekeningen. Mm-hmm. En er zijn anderen die zeggen, ja, maar dit is iets totaal anders. Dit is geen geïnspireerd bewustzijn dat stijlen combineert en iets nieuw bedenkt. Dit is gewoon iets wat dat genereert op alles wat er in de grote zwarte bak zit. En... als ik als illustrator vind dat dat ding mij bedreigt, is het zeer ironisch dat ook mijn inbreng in de grote zwarte bak zit. Ja, het is een tool. Hè. Het is geen kunstenaar, sowieso niet. Ja.
los van alle, dat je daar heel poëtisch en lyrisch over kunt doen, over hoe geniaal programmatorisch dat gemaakt is, maar dat is een andere discussie. Het is een tool en wat dat, er valt heel veel over te zeggen inderdaad, van dat als een kunstenaar 70, 75 jaar door is dood, is zijn auteursrecht publiek domein. Dus ja. Is dat niet meer dan logisch dat je een Van Gogh en gebruikt om te trainen, want dat is inderdaad publiek domein, dat is van iedereen. En ik volg dat absoluut heel hard als een kunstenaar die dat vandaag zijn brood of haar brood verdient met design en tekeningen te maken, ineens merkt, hè, want er is een tool tegenwoordig dat je kunt checken of dat je in een bepaalde trainingsdata zit. Als je merkt dat je daarin zit... Misschien moeten we dat even duidelijk maken. Dat systeem is dus, zoals alle AI, getraind op heel veel voorbeelden. Dit is een tekening van daar. Geannoteerde data, ja. Dat is een tekening van daar. Dus wat je nodig hebt om dat systeem te trainen, zijn zeer veel afbeeldingen, met daaronder iets van tekst die iets vertelt over... Wat staat erop, welke stijl is dit, enzovoort. Wie heeft dit gemaakt? En hoe zijn ze aan die database gekomen door wat men noemt scrapen. En scrapen is, je gaat naar alles wat beschikbaar is online, afbeeldingen met een tekstbeschrijving bij, je stopt dat allemaal in een systeem. En vanaf dat je dat hebt, kun je je neuraal netwerk laten trainen. Je zegt eigenlijk, maak nu eens een neuraal netwerkje dat voor al die afbeeldingen hier... iets voorspelt dat in de buurt komt, door dat opnieuw en opnieuw en opnieuw al die weights bij te stellen. Ja, en daar zit al een eerste probleem, is dat als heel veel artiesten uiteraard die willen hun portfolio online zetten, om jezelf te verkopen en zeggen van kijk, dit kan ik. Dat is geen eigendom van iemand anders. Dat blijft eigendom van die persoon die dat gecreëerd heeft, dat zelf online zet. Dus als iemand anders langskomt om te scrapen, scrapen is gewoon geautomatiseerd kopiëren en binnenhalen van alles wat je tegenkomt online, dus al die afbeeldingen automatisch gaan kopiëren. Eigenlijk mag dat niet. Eigenlijk, je mag dat wel bekijken, maar wacht, je mag dat wel bekijken, want uiteraard doet een browser dat ook. Als je naar een website surft, dan pak je geen kopieke van de bestand dat op die server staat, wordt er gedownload naar je computer en daar getoond. Maar dat is het gebruiksrecht dat je hebt daarmee. Je mag daar in principe niet meer dingen mee doen. Je mag dat niet op print duwen en dan in het lokale parochieblaadje gaan gebruiken als tekening. Dat mag in principe niet, want dat auteursrecht blijft bij de auteur. De afbeelding zelf reproduceren mag je niet doen. Tot daar is het auteursrecht duidelijk. En dan hinkt de wet inderdaad lastig, achter. Hè? Want wat doe je als je de pixeltjes op een manier gaat interpreteren of de geannoteerde data? Want het auteursrecht geldt ook op het aanleggen van databanken. Dus als ik de moeite doe om een tekening te gaan annoteren en daar tekst bij te schrijven, ben ik auteur van de tekst die ik erbij geschreven heb. Okay. Strikt juridisch, heel, ik ben geen jurist of zo, maar in de herinnering dat ik heb toen ik mijn thesis schreef, klopt dat. Wat dat dus wil zeggen, dat eigenlijk, als ik dat doe, is dat een auteurschap bij mij, los van artistieke dingen, dat maakt niet uit, maar dat is een auteurschap bij mij. Dus heb ik wel het recht om daarmee te doen wat ik wil. En dat is zo'n beetje inderdaad juridisch. Ja, wie mag dat? Mag dat wel? Wat ben ik hier aan het doen? Maar ik snap ook wel heel hard, een artiest die dat zijn werk of haar werk ziet gebruikt worden en dan anderen in zijn of haar stijl werken ziet genereren door een computer en dan denkt van, hey, fuck, wat is er hier aan het gebeuren? Dat is niet oké. Okay. Het is 4 maanden oud. Het is juridisch geweldig lastig, omdat de wetten die we hebben over auteursrecht zijn hier niet op voorzien. Die zijn alleen maar voorzien op reproductie en gelijk wat. Maar waarom het nu in ons maandoverzicht zit, Getty Images heeft alle AI-gegenereerde afbeeldingen, want dat wist ik niet. Ook daar wordt dus al volop... Want Getty Images moet je betalen. Dat zijn stokfoto's. Een betalende zo stokfoto. Stokfoto's. Eigenlijk, Getty Images verzamelt heel veel werk van professionele fotografen of van kunstenaars en herverkoopt die eigenlijk. Elk is een platform die idiote foto's van man met telefoon of man achter laptop. Dus, maar niet alleen dat. Even gewoon economisch. Het is herverkoop met toestemming en met financiële kickback naar de auteur. Absoluut, dus, ik kan als fotograaf zeggen, ik ga een hele hoop stokfoto's. Als je geld wil verdienen, moet je vooral foto's nemen die bijvoorbeeld allemaal handen die elkaar schudden, die een of andere CEO is in een keynote kan gebruiken als of een jonge empowerment. Jonge Afro-Amerikaanse vrouw is wild van een router. Maar niet alleen stokfoto's, generieke stokfoto's, maar ook stokfoto's van celebrities bijvoorbeeld. Die zitten ook op Getty Images, waarbij dat ook de auteur, de fotograaf, zijn rechten, het volgrecht of de exploitatie van zijn rechten verkoopt aan Getty Images. En natuurlijk, wat je onmiddellijk krijgt, ik zeg het, is nog maar 4 maanden oud, die echte beeldgeneratie, wat je onmiddellijk krijgt, dat zijn mensen die denken van, alright, here are the dollars. Ik ga gewoon heel simpel met opdrachtjes allerlei afbeeldingen genereren die wel bruikbaar zijn als stokfoto in een presentatie of in een parochiebladje of gelijk wat. Ik zet die op Getty Images als mijn werk, wat dus juridisch nog niet helemaal duidelijk is, en ik verdien geld op
wat ik daarmee krijg. En Getty Images heeft nu gezegd, dat gaan we allemaal eraf smijten, want het is, we willen niet over een jaar of twee jaar complete miserie met wetten die nog niet bestaan. Wat dat op zich heel raar is, omdat langs de ene kant, wat DALL-E 2 zegt ook, als jij een bepaalde zoekterm of een bepaalde woordzin, whatever, hebt ingegeven, hetgeen dat eruit komt, is van u. Zij pakken geen auteursrechten. Okay, dus, dat is wat zij zeggen. Dat is wat zij zegt. Dus als ik die foto gegenereerd heb, dan ben ik, volgens wat DALL-E zegt, eigenaar ervan. Dus maak ik die strikt volgens de terminologie en wat de iStock foto geeft, maak ik die uploaden en doorverkopen. Alleen is dat heel raar. Wat verkoopt je dan? De juiste zoekterm. Want iedereen kan zelf die tekst ingeven en een foto laten genereren. Hangt er vanaf, want ik denk dat in sommige van die modellen dezelfde zoekterm niet altijd dezelfde afbeelding genereert. Dat hangt af van je seeding. Dat hangt af van met welke... Dat is een random component. Waarmee dat je begint. Ja. Eigenlijk, want ik heb de uitleg gekregen van een AI-professional. Je begint met random pixels en je masseert die eigenlijk in een richting van... Ik wil een rode auto. Je begint met een veld vol met random kleuren. En het is eigenlijk een soort van wiskundige formule die je afgaat. Oké, als ik die kleur naar daar verschuif, ziet er al meer uit gelijk een auto... Een beetje. Dus ja, je hebt je algoritme getraind op geef een zo hoog mogelijke score aan een rode auto. Ja. Je begint met random ruis van pixels en het systeem gaat die altijd maar bijstellen en gaat telkens beoordelen, zit ik nu dichter bij die score van rode auto of niet? En zo gaat die stap voor stap voor stap. Het is altijd gradient descent. Het is altijd, voilà. Altijd maar dus gelijk, een optimum vinden. Afhankelijk van welke ruis dat je begint, kom je ook op andere afbeeldingen terecht. Dat is waar. Wat ik vooral dacht, is dat iStock Photo en zo de eerste zijn dat eraan gaan. Dat zijn de eerste die daar volledig vervangen gaan worden door DALL-E 2. Ja, maar dat is ook weer... En ik zeg het, die discussie is 3 maanden oud, dus the dust hasn't settled for a bit. Nope. Maar er zijn ook illustratoren die nu zeggen... ik ga mij... En dat is dan heel mercantiel gedacht. Die zeggen, ik ga mij nu trainen in het juist prompten. Absoluut, want door te weten wat er wel en niet werkt als je het intikt in DALL-E, kun je heel snel tot goede of tot slechte resultaten Absoluut, komen. En daar geloof ik ook heel uit in, want ik heb een filmpje gezien van een koppel. Eén van de twee was grafisch vormgever, de ander had niks met grafische vormgeving. En die gingen alle twee proberen om zo cool mogelijke foto of tekening uit DALL-E 2 te krijgen. Ja. Dus met verschillende iteraties en zo zoektermen aanpassen. En na x aantal pogingen, degene die grafisch vormgever had een veel cooler tekening daaruit gehaald. Omdat die een oog hebben om in een richting te sturen, dat is ook wat dat is de meerwaarde die zij nog altijd hebben, denk ik. Ja. Of dat genoeg is, dat is een andere discussie, daar kan ik mij niet over uitspreken, maar er is wel een verschil. Maar ook, in het... je hebt toch trends, je hebt toch modes, je hebt toch... Tuurlijk, we kunnen toch niet blijven met dezelfde dataset, maar dingen eruit spuwen. Allee. Ja, maar goed, misschien ook, want Stefanie is er nu niet en we moeten dat echt nog eens opnieuw doen als ze er wel bij is, maar één van haar argumenten is ook... Ik wil niet prompten als beroep. Ik wil tekenen, ik wil creëren. En ik heb niks met wat dat AI-systeem naar mij smijt na een prompt. Dus, er is zelfs al een AI-systeem om u te helpen goede prompts te maken. Ja, voilà, voor, ja. Dus een AI dat u helpt om goede tekstjes te maken, om aan een andere AI te geven. Omdat elk van de systemen, Stable Diffusion, Midjourney, dinges, heeft zijn sterktes en zijn dinges. Ik weet bijvoorbeeld, op een AI werkt heel goed als je heel specifiek... Ja, vaak is specificiteit een probleem. Ik wil X voor Y in die stijl... Ja. Een dier in een voertuig, in een kleur, in een bepaalde stijl. Daar is DALL-E heel goed in, bijvoorbeeld. Een miereneter met een saxofoon en een broccoli voor de Eiffeltoren in de stijl van Monet. Ja, die zegt, goed geprobeerd broccoli. Dat vond ik ook opvallend. Er was ook iemand die gezegd had van, ik wil een stopbord met het woord stop op. Ja. Maar daar kwam de vorm van een stopbord uit, maar het woord stop kon niet, omdat... Die AI vertrekt van het masseren van pixels. Tuurlijk. Het concept tekst of het concept dit is een letter, heeft die niet. Maar dat is heel cool. Dat is want cool, bij sommige afbeeldingen zie je dat DALL-E weet, hier moet tekst staan, maar die snapt letters niet. Dus die zet daar ofwel letters in de verkeerde volgorde, ofwel zelfs figuren die lijken op een letter. We hebben toch eens Nerdland podcast geprobeerd. Ja. En dat was dan Nerdklad Poporo. Nerdklad Poporo. Zoiets. Ah, ja, dat is onze Bulgaarse spin-off. Absoluut. Nerdklad Poporo. Welkom to Nerdklad Poporo. Die hebben elke systeem getraind met alle audio-opnames van Nerdland, om er nu eigenlijk gewoon elke maand automatisch een podcast uit te krijgen. Voilà. Lab, we're doomed. Oké, maar kijk, dus het voornaamste nieuws van deze maand over die AI-generated content was dat Getty Images ze allemaal weggooit, omdat het juridisch allemaal zo onduidelijk is. Hoe gaan ze detecteren? Sorry, een andere discussie, maar denk ik, probeer maar eens. Ik denk eigenlijk dat ze
via een AI-systeem, ja, dat ze gemakkelijk te detecteren zijn. Want er waren zelfs, en dat was ook een hele coole, er waren zelfs afbeeldingen gegenereerd door mensen waarop dat het Getty Images logo, ja, 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 vervormd ingestoken was, omdat dat systeem... Dat dus ook, watermerk, ja. Dus wat eigenlijk bewijst, dat systeem is ook getraind met Getty Images, dingen waar het watermerk op stond, want het neemt het terug mee. Ja, bijvoorbeeld een foto, een tekening van... hoe heet het nu weer? Ah, Trump. achter een tralies met dan Getty Images mooi erover. Ja. Er was trouwens een tweet ook, ik denk dat hij van deze maand was, van een illustrator die zei van ja, ik kreeg een paniekerige telefoon dat ze afbeeldingen nodig hadden bij een artikel en de vorige opdrachtgever had alleen maar shitty work geleverd. En de vorige opdrachtgever was Dali. En hij moest dus op een paar uur tijd dingen tekenen die Dali niet voor elkaar kreeg. En hij zei, it's a dystopian world where you're stealing a job from AI. Je hebt ook zo profiel. Je hebt zo thispersondoesnotexist.com. Dan wordt er een mens gegenereerd die niet bestaat. Ja. Blijkbaar staan de positie van de ogen op die afbeeldingen altijd op dezelfde plek. Okay. En daaraan kun je detecteren als een of ander vals profiel is aangemaakt met thispersondoesnotexist.com, de positie van de ogen, okay, en de vaagheid rond de nek. Vage nekken, dat is AI. Sergio, always been AI. Ja. Oké, maar kijk, het zal niet de laatste keer zijn dat we het hebben over AI-generated content. Daar kunnen we vrij zeker van zijn. Ook al is Peter er niet, de insectjes hebben niet stilgezeten de voorbije maand. We weten allemaal dat we een probleem hebben met Aziatische hoornaars. Aziatische hoornaars zijn een exoot, komen uit Japan en die vallen onze bijenkorven aan. Poncho had een hoornaars gevangen. En ik keert in paniek, maar het was geen Aziatische. Het was een Europese hoornaars. Die werd beschreven volgens het internet hoornaars als... Hoornaars of hoornaar? Hoornaar, sorry. Eentje, ja. Eén. En die werd beschreven als de lamme goedzak onder de vliegende beesten. Dus, ja ze kunnen nog stevig steken, maar ze zijn minder agressief dan wespen. Die Aziatische, ja, die vallen onze bijen aan. En terwijl dat Aziatische bijen daar een verdedigingsmechanisme tegen hebben. Keischoon. Namelijk die overhitten. Ah, ik heb nog een andere gezien. Ja, ze hebben ook zo dat ze shimmering doen. Hè? Ja, dat ze zo met hun vleugels... Ze gaan allemaal in een bol zitten en met hun op vleugels... Hun nest gewoon, hè? Met hun vleugels maken ze eigenlijk soort golven, lichtgolven, reflectiegolven op die een bol, waardoor dat een veel groter beest lijkt dan een bij. Dat doen vrouwen als ik in de buurt ben. Die vormen zich tot een bol en die wapperen. Dan moet ik gaan. Maar dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere verdedigingstechniek. Ah, excellent, ja. Namelijk, al die bijen gaan rond die hoornaar zitten, met die hoornaar in het centrum, tot continue, die helemaal yes overhit wordt en sterft van de hitte. We mogen proberen. En ijscream eten, dat helpt. En dus Europese bijen doen dat wel in de kast, maar Aziatische bijen doen dat ook buiten de kast en kunnen zo eigenlijk die buiten de kast al doden. Maar er wordt van alles geprobeerd, zoals bij de meeste invasieve exoten, om die te bestrijden voordat ze lokale soorten uitroeien, want daar zijn ze wel toe in staat. En er was nu toch de voorbije maand iets supercool, namelijk, wat doen ze? Ze gaan ergens zitten wachten met een lokpotje tot er een Aziatische hoornaar passeert, maar dan weten nog altijd niet waar die zijn nest is. En dankzij de technologie kunnen wij nu voor het eerst een klein zendertje op de hoornaar plakken. Echt gewoon. Ik wil dan echt zo'n rood lampje zo piep, piep, zonder, piep, piep, piep. Zonder dat hij het merkt. Dus dan wordt de hoornaar eerst eigenlijk een mol. Ja, de molhoornaar. Maar die hoornaar, de meeste insecten kunnen eigenlijk verdoven door ze af te koelen. Dus die hoornaar wordt dan op een paar ijsblokjes gelegd, totdat die zo helemaal passief is. En dan gaan ze dus effectief met een touwtje, een mini-zenderke, rond die middelknopen. Dan laten ze die los en dan vliegt die naar het nest. Dat kan tot een kilometer ver zijn. En zo hebben ze nu hier in Gent, ik denk in Gentbrugge en in Drongen, hebben ze zo drie nesten ontdekt. Van echt zo, amai, Harry komt terug binnen in het nest. Amai, ik was even van mijn eigen in. Ze hebben hier mijn rugzakje, maar ik denk niet dat er iets aan de hand is. Vlammenwerper. Ja. Tot voor die ontdekking hadden ze gewoon twee entomologen die in een auto sprongen. Volg die hoornaar! Maar ja, allez, Kurt, jij bent denk ik de meeste met micro-elektronica bezig. Dat is klein. Ja, wel. Ja, was een hoornaar is echt wel groot, hè? Een hoornaar is een stevig beest, toch, hè? Ja, dat is dat, 6 centimeter of zo? 4, 5 centimeter, denk ik, zoiets. Ja. Zeg het eens, Poncho. Ja, groot. Ja, groot. Maar ja, want je hebt... Ze kunnen detecteren tot op een paar honderd meter. Het is natuurlijk geen gsm-mast, hè? Maar dat is dat dan Bluetooth of iets anders? Nee, Bluetooth dat sowieso niet. Zal Dash 7 of LoRa of zoiets zijn, waarschijnlijk. Of gewoon FM.
kan ook al wel eens steviger zender nodig. Maar vooral, ik denk dat ze erop rekenen dat ze die binnen de 10 minuten hebben. Want ik denk vooral dat batterij duurt, batterij, dat probleem is. Ja. Batterij zal het gewicht zijn. Hè? Ja. Want als die even weg is buiten hun range, dan... Maar dat de zenders zo klein zijn, dat je dat al in, aan insecten kunt... Ja, FM is al zijn dat kleine piraatjes. Ja, piraatzenders. Vliegende piratenzenders. Ja, voilà. Maar zo maak je eigenlijk verraderhoornaars. Werd vroeger gedaan ook met... Ik dat is wel denk, een goed scrabbelwoord, verraderhoornaars. Ja, werd vroeger gedaan met, ik denk dat geiten waren op de Galapagos-eilanden. Ja, hoe komen invasieve exoten waar ze terechtkomen? Door de mens natuurlijk. Mm-hmm. Dus de Europeanen begonnen richting Amerika te varen en namen dan ook hun eigen beesten mee. Dachten, kom, we laten hier wat geitjes los op die eilanden. Die daar al die inheemse soorten begonnen te terroriseren. Ik denk in de jaren 80 wilden ze een programma om van die beesten af te geraken. Wat is het toffe? Enfin, het toffe voor ons dan. Geiten zijn kuddedier. Dus als die alleen zijn, dan zoeken die gewoon naar een kudde. Dus wat moet je doen? Je hebt dan een stuk of 30 kuddes zitten op dat eiland. Je kunt die niet allemaal vinden. Je neemt één geit. De verradergeit. Met een zenderke. Je wacht tot als die bij een kudde zit. Je vermoordt heel die kudde. Behalve de verradergeit. Ja. Dan moet je dat terugdoen. Want die zoekt een nieuwe kudde. Oh. Je vermoordt heel die kudde. Behalve die verraderheid. Oh. En dan een keer of vijf moet je toch denken van... Ja. Wat is dat mee? Je durft geen scheten niet moeten laten. Ja. Er zit een heel brutaal tv-vorm in. Telkens... Destruction Island. Met een hele vriendenkring wordt telkens uitgemoord. Dat is nu toch... Ik verwacht Adriaan van den Hoofd, zorg eens van achter een deur springt ze op. Sorry. Dat was al. Dat, ja, dus ja. Eigenlijk komt het erop neer, gewandeld door de stad... Opeens gaat dat van jezelf. Je wordt wakker met pijn aan je hol. Ja. En vanaf dan worden al je vrienden vermoord. Gelijk waar je komt. Ja. Ja, er zit toch een horrorfilm in, denk ik. Elk jaar op je verjaardagsfeest. Werd een nieuwe groep vrienden. Wat is de kans dat dat 4 keer op een jaar op een tijd gebeurt? Er is erin. Ja. Maar vooral, hoe vermoorden ze die andere geiten dan? Dat die dat niet zien, die ene geit? Ja, die ziet dat wel, maar die ziet dat wel. Omdat dat ja, natuurlijk. Okay. Wat dacht de Kurt dat dat was van... Kom eens mee, Rudy. Er is een verrassing voor u achter die boom. Ja. Kom die het kaartje nog tekenen voor de jager. En zo, koptelefoontje nog. Zijn blinddoek en zo. Ja. Rudy, jij mag naar BBTV kijken, maar niet achterom zien. Hè. Hier is de koptelefoon en voilà. Kijk, daar! Met zijn mitraillettengeweer ook. Rudy, tijd voor nieuwe vriendjes. Go explore, young man. Ja, voilà, kijk. Maar dus, hoornaars worden opgespoord met zendertjes. Ik vond het geweldig cool dat de microelektronica en de insectjes hier samenkwamen. Ja, dat klinkt als science fiction, maar dit is echt science fiction. Ah nee. Star Wars is geen science fiction, want dat was long ago. Space opera. Star Wars is een space opera. Space opera. Ja, alweer AI-nieuws, want de stem van Darth Vader zal vanaf nu gebracht worden door een AI-systeem. Ja, die stem van Darth Vader, want dat moeten mensen weten die misschien Star Wars niet kennen. Darth Vader, grote slechterik. Er is een verschil tussen de man die in het pak zit en de bewegingen doet en de man die de stem zoet. De man in het pak is David Prowse. De acteur, De acteur, die is al dood, denk ik. Dat was mijn eerste fact waar ik ook naartoe ging. Dan zat hij daar en ik dacht van, oh mijn god, een handtekening van Darth Vader. En ik was toen nog jong en naïef en ik wist niet dat die mensen daar geld voor vroegen. Dus ik heb daar 5 minuten gestaan en die man wou mij geen handtekening geven omdat ik geen geld betaalde. En hoeveel was het voor... 50 euro. 50 euro. Voor de man in het pak. Het is niet eens de stem. Maar dus de stem is James Earl Jones. Dat had energie kunnen zijn eigenlijk. En jij hebt dan roepen, you're not even the voice. Ja, en hij antwoordde, I don't care if I'm not the voice. I want to be paid for my autograph. De voice is James Earl Jones. Die is ondertussen al 90, dus die is lang op pensioen. Maar die heeft nu de rechten op zijn stem overgedragen aan een start-up Respeecher, een AI-start-up. En die mogen dus de stem van Darth Vader exploiteren. Het is zelfs blijkbaar al gebeurd... In de reeks Obi-Wan Kenobi op Disney+, geen sponsor. Daar heeft Darth Vader ook tekst in. Spoiler alert. En daar is het al door een Oekraïense start-up trouwens, Respeecher. Okay. Die in het midden van dat land dat daarover geschoten wordt. Veel software in Oekraïne, dat is ook goed. Voilà. Hebben we het hier zeg, ook niet even, met... spoiler alert, werkt niet als je het erna zegt. Hè. Dat moet je eerst zeggen. En dan is het een schuldbekentenis, eigenlijk. Ja. Sorry. Maar had ze dan met Val Kilmer ook niet gedaan? Omdat hij ook niet meer... dat hij keelkanker had of zo. Hè. Okay. Maar ik vind vooral James Earl Jones, dat is een mega legend. Hè. Allee, ik bedoel, de stemacteur. Dat is de stem
van de ene scène waar ik altijd moet mee wenen, namelijk deze. Simba, let me tell you something that my father told me. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. Really? Yes. So whenever you feel alone, just remember that those kings will always be there to guide you. And so will I. Prachtig. Die is dus die kleine Simba die really zegt. Gek stemmeke. Ja. Ik vind wel, als ze dan toch die zijn stem aan het opslaan zijn... Allee, ze moeten Mufasa ook meepakken. Hè. Kom. Dus eigenlijk, vanaf nu komt ontroering uit een computer. Als... Ik vind dat oké. Okay. Als dat met de stem van James Earl Jones is, dan vind ik dat oké. Okay, ja, het is niet aan zijn proefstuk Star Wars. Hè, want in de laatste Star Wars film staat er ook een... Omdat Prinses Leia gestorven is. Ik ben de naam van... Carrie Fisher is komen te gaan, plotseling. En ze hebben ook al 3D fake mensen gebruikt in de reeks. Dus een fake stem erbij vind ik niet eens zo... Maar hoe vind je fake mensen in Hollywood hier? Maar er is toch ook van The Matrix, hoe heet hij nu weer, de hoofdacteur? Keanu Reeves. Keanu Reeves, die is ook volledig gedigitaliseerd. Niet alleen zijn stem, maar ook zijn lijf helemaal. Dus die moet niet meer acteren. Die kunnen ze volledig uit de computer halen. Okay. Dat is een hele coole Unreal Engine demo van gemaakt van The Matrix. En heeft dan iets meer charisma als in het echt waarschijnlijk. Ja. Maar correct me if I'm wrong, Darth Vader. Want je hoort nu ook in dat fragment van Mufasa dat die... James Earl Jones vooral ook heel sterk is in het zo... Die timing en dat plaatsen van die woorden. En de laatste lettergreep. Ja. Iets langer. Maar ook zo dat gevoel zit daar ook keihard in. Tuurlijk. Maar bij Darth Vader, dat is toch redelijk monotoon, hè, hoe dat hij praat. Ja, nee, die bas zit daar ook wel in. Alleen inderdaad, er is een koffiemachine dat er door zit. Zit daar veel emotie in? Is dat veel? Of is dat meer zo wat... Darth Vader komt op een bepaald moment aan zijn einde en dan is er toch een zekere... Echt? Dat vindt hem dan toch spijtig. Ja. Ik weet niet of dat kan natuurlijk maar één keer. Hè? Ja, ik weet niet of dat hem de stemmen gedaan heeft. Op een bepaald moment in The Return of the Jedi doet Darth Vader zijn masker af. Ja. En ziet je de volledige... Dat is nog een andere acteur trouwens. Dat is nog een andere acteur. De persoon die het hoofd speelt is nog een andere acteur dan degene die de bewegingen en die dat de stem Voor hoeveel geeft hij een handtekening? €15, denk ik. Maar ik denk dat als AI-systeem dat Darth Vader gemakkelijker te trainen is dan Mufasa. Mufasa. Want daar zit veel meer gevoel in. Darth Vader zit sowieso al binnen een bepaald frequentiespectrum, omdat dat een elektronische stem is die door een filter gaat. Dus ik denk Darth Vader kan tot in de eeuwigheid blijven praten, want het is aangeleerd aan een AI-systeem. Voilà. Ja, ik hoop gewoon op het moment dat voor een simpele mens ook kan. Dat je niet zo een heel groot Hollywoodbedrijf moet zijn. Want bijvoorbeeld, we hebben dat gehad met Team Scher. We waren in research bezig naar iemand met afasie die door een hersenbloeding niet meer kon spreken. Ja. Maar nog wel mentaal volledig mee was. En die dat niet volledig afasie, want hij begreep nog wel woorden, maar gewoon de motoriek kon niet meer. Hij kon zijn spieren niet meer goed bewegen om te spreken. En we hadden te weinig opnames van zijn stem. Zo erg. Maar misschien binnenkort heb je minder opnames nodig. Aan de snelheid waarmee dat die AI-systemen nu vooruit gaan, zou ik verwachten binnen 5 jaar dat je gewoon van iemand zijn stem... Ja, en 5 jaar is dan nog pessimistisch, denk je? Dat je gewoon van iemand zijn stem kunt een stemcomputer maken die in hetzelfde timbre praat. Ja. Ik dacht dat ging zeggen aan het tempo dat tegenwoordig podcasts worden opgenomen. Hebben we binnenkort van iedereen een database? Ja, dat ook wel, ja. Zou kunnen. Of in pretparkattracties. Dat de poppen in de ride waar je op zit stemmen van je familie hebben. Of is dat mijn fucked up droom? Spookhuis vol tantes. Inderdaad. Nee, maar je hebt wel zo... Moet je nog naar pannenkoek helemaal lachen? Efteling is bezig met een nieuw spookhuis, hè? Ze zijn wel zo bezig met die stemcomputers, gelijk zo voor kinderen of zo. Zo die zo cerebral palsy hebben en zo, wat Stephen Hawking had. Ja, ja. Om daar ook zo kinderstemmen voor te maken en zo. Hè? Dat je zo niet als James Earl Jones dat hebt gehad. Mama, ik moet kaka gaan doen. Go to the kitchen. Dat zijn mijn favoriete moppen, zo Stephen Hawking, smartest man in the world. Couldn't download a better voice. De eerste zin die Hawking ooit gesproken heeft met zijn stemcomputer? Iemand? Je hebt het al eens verteld. Ja. Excuse my American accent. Dat is de eerste zin die hij ooit gesproken heeft. All right, ik heb nog een ruimtevaartdingetje staan. Het was voor mij een allee jong de voorbije maand. Ik las het en ik dacht, allee jong. Zwaas, Nani. Ja, zwaar, ze gaan aanpak.
Er is een Amerikaanse NASA-astronaut de voorbije maand opgestegen naar het ISS met een Soyuz. Allee, jong. Maar wel effectief. Wat zeg je nou? Allee, jong. Smaazige napak. Sorry, we zitten echt in een Sven de Ritter deurencomedie. Ja, met een Soyuz, of wat? Dat kan niet. Ik weet niet hoe gevaarlijk. Dus, midden in heel die Rusland-Westen-spanning... gasleidingen die ontploffen, allerlei trucken die uitgehaald worden. Ik denk die Amerikaanse basketbalspeelster die nog altijd vastzit. Ja, en die zo als een soort... Op wiet gebruik, als pion. Eigenlijk als een soort gijzelaar gebruikt wordt. Midden in heel dat circus gaat er doodleuk een Amerikaanse astronaut die wandelt daar... gewoon door... Ja, Rusland is het niet, denk ik. Het is Kazachstan, denk ik. De Oezbekistan, denk ik. Lanceerbasis, ja. En die gaat samen met het Russisch ruimtevaartprogramma, met een Soyuz, gaat hij naar het ISS. En... wacht, even. Dan durft u weten toch ook niet aanraken. Ah, maar ja. die moet genoeg vitabusiness meegenomen. Het voordeel is wel, als u het raam smijt, er is geen zwaartekracht. Dat is waar, dan wel weer als voorbeeld. Frank Rubio heet die NASA-astronaut. En volgende maand vliegt er een Russische cosmonauten mee met SpaceX in Amerika. Dat is uitwisseling, hè. Daar zijn ze goed in, hè. Uitwisseling, hè. Het is letterlijk een uitwisseling. Want eentje de reden is, ja. De reden is, als je... Russische crew of Amerikaanse crew altijd in hun geheel wisselt. Dus drie Amerikanen weg, drie Amerikanen bij. Dan heb je geen continuïteit. En ze hebben liever dat er een van die Amerikaanse crewleden blijft tot de volgende crew, om wat kennis door te geven. Maar dat kan alleen als je uitwisselt. Want je hebt natuurlijk een Amerikaanse lancering met een paar astronauten en dan een Russische lancering met een paar astronauten. En dus hebben ze eigenlijk gewisseld voor die continuïteit. En dat is een heel logische reden. Maar dat het op dit moment kan... vind ik wel zo'n soort... Allee, je zou kunnen optimistisch zijn en zeggen van... kijk, toch nog een beetje space peace. Hè? Al die aardse beslommeringen tellen daar niet. Maar je zou ook kunnen geweldig pessimistisch zijn en zeggen van... ja, zie je wel dat één groot circus is en hier zijn we wel vriend en daar zijn we geen vriend. En we vinden u super stout, maar we betalen nu wel nog voor uw gas waarmee dat je wapens koopt. En dat zo één complex ding is waar... Het zal ergens tussenin liggen. Ik ken er niks van, hè, maar volgens mij is oorlog meestal complex. Allee zeg. Ik dacht dat dat heel simpel was. Nu zijn we vriend en nu niet meer. Terug vriend? Okay, jij bent dan ook de slechte. Nee, je moet gewoon de vlag van de vijand vinden en dan winnen. Ja. Ja, ik zei dat altijd tegen mijn broer bij Stratego. Pieter, uw vlagstas geef. Goed, ja, kijk. Amerikaanse astronaut met de Soyuz en een cosmonaut mee met SpaceX. Ik vond het raar, maar het kan nog. Wordt dan een rubriek? Allee, jong. Allee. Ik wel een jingle met Sven de Ridder. De echt Antwerps theatertechniek. Allee, jong. Ik denk dat het... De Sven de Ridder Company, hè. Ja. Ik denk dat Johnny Trash zijn vingers geweldig jeuken om een Allee, jong jingle te maken. Allee, jong. Awel. Wat denken we dat wat doen zit? Mok dat nou mij, zeg. Mok dat mij. Ik ben er wel fan van. Ja. Dus na een buffel met een pantheon. Dat is een Bart Petersachtige, hè. We zitten met een kenner. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben ervoor. Goed. Maar dat alles gezegd zijnde, is het nu natuurlijk tijd voor... Elon Musk News. We gaan beginnen met Blue Origin van Jeff Bezos. Ik weet niet of iemand het gezien heeft, maar er is bij een lancering van... Is dat dan New Shepard? Die zo recht omhoog terug naar beneden. Denk het wel. Ja. Blijkbaar doen die ook onbemande lanceringen. Ja, dus buiten de ruimtetoeristen kunnen er ook experimenten meegestuurd worden. En er is een lancering geweest met een safety abort. Dus die raketten hebben allemaal een systeem. Als er iets misgaat met de stuurraket, dat het gedeelte met mensen erin kan heel snel losgekoppeld worden en wegvliegen. Ik denk dat de Crew Dragon heeft ook zo een test gedaan. Hè? Heeft ook zo een test moeten doen. En dan zit daar toch een parachute bij. Zo, want dan is dat poof, ja, tuurlijk, ja, effectief. Dus bij Crew Dragon hebben ze ook zo'n test gedaan. Dus je doet alsof er iets misgaat met je raket. Die capsule gaat met eigen raketten supersnel zich verwijderen van het mogelijk ontploffende raketting. En dan via een parachute naar beneden dalen. Mag nogthans niet meer in Florida, hè? Safety abort. Oh. Hallo, dat is toch een callback? Het is minder dan 12 weken, dus ça va nog. Maar ja, Joe en Wade. Ik weet niet of je dat beeld nog herinnert van de astronauten in die capsule, in die Blue Origin capsule, die zo gewichteloos zijn. Dat koffietafeltje dat in het midden staat, dat is de safety abort motor.
Dus ik dacht van, ah, tjie, dat is zo'n tafeltje gelijk in de Vliegende Bol van professor Gobbelin. Ja. Want die had letterlijk, letterlijk zo'n tafel. Daarin zit dus de hele safety abort motor. Dus het moment dat dat systeem merkt, er gaat iets mis met die stuurraket, gaat dat systeem keihard vuren, zodanig dat die capsule aan een gigantische snelheid weggeschoten wordt van die raket. En nu snappen we eindelijk hoe dat die vliegende bol in de lucht bleef. Ah ja, voilà. Ja. Het is niet dat die tafel dan inklapt of zo. Dus nee, nee. Als je aan het kaarten zei, you're fine. Ja, ja. Oké, goed. Je kunt verder kaarten. Er is één probleem. Transformers gewijs. Het was dus een onbemande lancering, ja. Maar er zijn wel hele goede beelden van. En ze hebben zitten kijken op die beelden wat de G-krachten zouden zijn die vrijkomen. En ik heb geen getallen gezien, maar het is wel gigantisch. Dat ding gaat, ik denk, op het moment dat het fout gaat, want het is de motor onderaan die in brand vliegt. Ja, die staat altijd in brand, maar die dan eigenlijk de vlam ongecontroleerd. Ja, de vlam verspreidt zich over de hele onderkant van de raket. Die raket begint af te wijken van zijn baan en, dat is wel heel goed, onmiddellijk schiet dat systeem in gang en wordt die capsule afgescheiden. Maar op dat moment ging die raket 500 mijl per uur. En ik denk op 2 of 3 seconden gaat die capsule naar 700 mijl per uur. Ja, dus die moet sneller zijn dan die raket. Hè? Ja, dus eigenlijk 300 kilometer per uur meer in 2 seconden. Dat is een versnelling. Ja. Het is een stevige versnelling. En ja. Het moment dat die motoren afvallen, het moment dat die safety abort motor uitgeschakeld wordt, heb je een enorme vertraging, omdat die luchtweerstand natuurlijk gigantisch is. Dus ze zijn nu bezig met berekeningen. Ze zijn misschien nog beter dat je levend verbrandt dan niet dat je hard, verpletterd niet te hard doet. Naar voor leunen met kaarten, denk ik. Ja, dan. Je moet vooral zien dat je heel veel gordeltjes aan hebt. En ja, je gaat echt wel met... Dat je blaas leeg is. Blauwe plekken gaat minste zijn. Misschien dat je zelfs ribben breekt of zo, hè, bij die dingen. Dat zie je niet met de vliegende bol in jongeken. Dat is daar zo uitkomen. Ja, het is wel cool, want er waren dus 36 meetapparaturen bezig en zelfs 2 langs de buitenkant om te meten wat een impact inderdaad G-kracht en al die nest zou zijn van de New Shepard booster. Dat is een truc, hè. Zelfs als er iets misgaat, is het goed. Ja, voilà. Ja, er zaten geen mensen in, maar ik vraag me dan af, als je Oliver Damen bent, de Nederlander die mee was bij de eerste lancering, dat je dan nu niet denkt van, ah tja, dat had bij mij ook kunnen gebeuren, want het is dezelfde raket. Ik had vloeibaar kunnen terugkomen. Ja, het is wel stevig, want zo de overheid van Amerika vindt toch wel dat ze dat moeten onderzoeken. Dat is ook een probleem, omdat alles nu stilgelegd is. Ja. Dus zowel alle bemande lanceringen als onbemande zijn nu stilgelegd tot ze het uitgeklaard hebben. En dat kan misschien even duren. En dat is geen inkomsten al die tijd natuurlijk. Dus zo die ingenieurs die beginnen te bekijken en we zo... Oh, shit. Ja, maar... Zijn ze zeker dat het bedoeld was? Nee, het was niet bedoeld. Nee, het was echt zo, ja. Het was een compleet onbedoelde safety abort, omdat de motor ontvlamd was. Goed, SpaceX dan. SpaceX en T-Mobile hebben een persconferentie gegeven die alweer gezeten naar te kijken. En je denkt van, wat zitten die twee onwennige mannetjes daar nu te doen op een samengeknutseld podium? Ik vind dat ongelooflijk hoe dat in die miljardenbusiness van die New Space, dat die persconferenties er altijd uitzien als een of andere start-up in Erpenmeren die iets nieuw ontwikkeld heeft. Echt bizar. Zwat. Elon Musk zat samen met iemand van T-Mobile, is dat dan, denk ik. Hè? Ja, van dat Duitse bedrijf. En zij deden een projectvoorstel, een conceptvoorstel voor satellieten die internet tot op de smartphone kunnen brengen. Dus je hebt nu al Starlink-satellieten. Om het internet uit een Starlink-satelliet te halen, heb je zo een schotelantenne nodig. Hè? Ongeveer de grootte van een pizzadoos. SpaceX en T-Mobile zijn nu aan het werken aan een satelliet met veel grotere antennes, zodanig dat uw telefoon, gewoon de grootte van uw gsm, daar al contact mee zou kunnen maken. Het zou heel weinig data zijn die naar beneden komt. Wat was het? 4 megabyte per seconde of zo. Maar het zou misschien gebruikt worden voor nood-sms'en en dat soort dingen. De nieuwste iPhones hebben ook satellietverbinding mogelijkheid, right? Voor SOS-oproepen, denk ik. Ja. Er is ook veel tegenstand, omdat grotere antennes wil zeggen nog meer reflectie. En ik geloof zelfs dat er een Google-werknemer was die zei, wij hadden dit plan al en wij hebben het afgevoerd omdat het eigenlijk onverantwoord is om het te lanceren. Dat was dan de commentaar daarop. En Musk hoort onverantwoord. Here's my middle name. Die zegt safety third. Nu, er is deze maand een satelliet gelanceerd van een ander bedrijf, AST Space Mobile. En dat is een totaal onafhankelijk bedrijf. Die hebben wel ook gebruik gemaakt van SpaceX om de satelliet te lanceren. Die satelliet heet Blue Walker 3.
En die is 64 vierkante meter, meer bepaald een squashplein groot. Die hangt nu in de lucht en ik heb nieuws. We zijn nu aan het opnemen. Over een kwartiertje komt hij hier over onze kop. Dus gaat het snel mogen gaan, dat Musk nieuws. ik heb mijn alarm gezet, zoals je doet tijdens een podcastopname. Ik heb mijn alarm gezet en straks kunnen we naar buiten lopen en zien of dat we die Blue Walker 3 kunnen zien passeren. Want er wordt gezegd, als de reflectie optimaal is, dat die helderder wordt dan gelijk wat aan de hemel. Helderder dan Venus, helderder dan dus de polster. Dus een blinkend squashkot eigenlijk. Ja, het knippert niet. Het is eigenlijk een constant licht dat je zou moeten zien. Maar het zou misschien, zoals de iridium flares van vroeger, een nieuw soort zeer helder satelliet worden. Ik heb het opgezocht op Heavens Above. Voor wie het niet kent, heavens-above.com. Kunt je uw locatie ingeven en van alle satellieten en hemellichamen eigenlijk zien wat er wanneer te zien is op uw locatie. Ik heb het ingegeven op Heavens Above en die gaven een paar momenten dat die zou overkomen hier. En er stond nog niks bij van hoe helder die zou zijn, omdat ze dat gewoon nog aan het onderzoeken zijn. Het is een nieuw ding. Dus misschien zien we straks Blue Walker 3 wel passeren boven ons hoofd. Maar het is een testsatelliet, dus ze hebben er nu eentje gelanceerd om gewoon te kijken of het marcheert. Als het marcheert, zouden ze er 100 nodig hebben. 100 Bluebirds noemen ze dan om te lanceren. Ja, die overbevolking van de Lowland-project. Ja, dat is echt. Wordt wel gigantisch. Oké, en dan heeft Musk zich nog gemengd in een van de sappige roddels van de voorbije maand. Namelijk, heeft er een schaakspeler vals gespeeld? Musk had er iets over getweet ook. Het gaat over de rivaliteit tussen Magnus Carlsen, dat is een beetje de huidige Kasparov, de beste schaakspeler ter wereld. 31 jaar. En de andere persoon in het verhaal is Hans Niemann, dat is een 19-jarig jonkie. En een maand geleden speelden die tegen elkaar op een toernooi en Magnus Carlsen, de grote meneer, in het midden van de partij stapte niet alleen uit de match, maar ook uit het toernooi. En eerst heeft hij een partij verloren gewoon. Eerst heeft hij gewoon een partij verloren. Die jonge Amerikaan was geweldig arrogant achteraf. Ja. It speaks for itself. So, ja, eigenlijk een beetje the jock you love to hate. Maar die was ook zo als laagst gekwalificeerde in dat toernooi binnengekomen. De voorbije jaren heeft hij een immense inhaalrace gedaan. Ja. Dus de huidige wereldkampioen stapt uit het toernooi, stapt er volledig uit. En zegt op Twitter is zoiets in de genre van de waarheid zal aan het licht komen, heel cryptisch allemaal. En als ik nu spreek, loop ik groot gevaar. Ook zoiets heel... Inderdaad. Daarmee insinueerde hij dat Hans Niemann zou vals spelen. Nu, waarom pakt dat die roddel? Omdat Hans Niemann vroeger op chess.com, de website, heeft vals gespeeld. Die heeft toen een schaakcomputer gebruikt om op chess.com, waar de officiële ranglijsten ook gebeuren. Maar dat zijn natuurlijk partijtjes die je thuis speelt. Hè. Normaal is het een soort van beroepseer van oké, als je thuis speelt, gebruik geen schaakcomputer om je te helpen. Dat waren ook toernooien waar dat dan $1000 te winnen viel. En zo. Inderdaad. Ja. Die schaakspelers, wat voor drama-lama's. Je hebt drama queens, je hebt drama kings, je hebt drama torens, drama horses. En vandaar, daar heeft Musk ook mee genoeid, was er online speculatie. Ja, begonnen mensen te denken, hoe zou je eigenlijk bij zo'n toernooi live, als er mensen op zitten te kijken, die spelers die worden gefouilleerd, hoe zou je eigenlijk kunnen vals spelen? En metaaldetector. En één van de theorieën was, maar dat is het sappigste dat de headlines gehaald heeft, maar daar is dus totaal geen bewijs van, maar het is maar zeggen, ja, het zou kunnen dat je een soort van anale kraal in je poepenholletje duwt, die via bluetooth en vibratiesignalen je tips kan geven met iemand on the outside. Dus iemand die de match volgt online, op de camera, die dat dan zou kunnen doorsturen. En die elke volgende zet kan berekenen een schaakcomputer naast zich heeft staan, waarmee dat hij de match meespeelt. Je hebt ook liever dat de tip A1 is dan F8, natuurlijk. Maar, of net niet. Wat nu blijkbaar bij van die schaaktoernooien is het vaak zelfs niet nodig om een volledige zet te kunnen doorsturen. Maar gaat het om mensen die keigoed kunnen schaken, er alert op te maken? Oh, dit is een belangrijke zet. Er is iets beter dat je nu kunt doen. Winnende dus positie gewoon, of verliezende zelfs positie. Zelfs gewoon een por doorgeven is genoeg om vals te spelen. Dus gewoon... Maar om te beginnen, daar is totaal geen bewijs van. Nu heeft Magnus Carlsen gisteren, denk ik, online gesmeten. Ik ben het toernooi gestapt omdat ik er zeker van ben dat die persoon vals speelt. Ik ben er zeker van dat op de grootste schaaktoernooien de meeste mensen vals spelen. Het is enorm subtiel. Maar het is statistisch... ze hebben er een hoop statistiek tegen gesmeten. Iemand met die ELO-rating, dus iemand die zo laag gerangschikt staat, die iemand zo verslaat. Herhaaldelijk op deze manier is nog nooit gebeurd. Het is statistisch heel onwaarschijnlijk dat dit... Ja. Maar natuurlijk, Remco Evenepoel is statistisch ook heel onwaarschijnlijk. Correct, maar we hebben het over andere grote orders van statistisch onwaarschijnlijk. En, ja.
En op zo'n toernooien gebeurt dat ook, wordt er ook heel vaak zo achteraf die dingen terug bekeken. Ja, en dan zijn er kuchjes en dittekes maar en zo. Heel veel, er is in de geschiedenis heel veel al gebeurd. Ik heb bijvoorbeeld Korinoy. Ik spreek dat hopelijk goed uit. Die had zijn eigen stoel meegebracht, omdat hij altijd zo cozy zat. En Karpov heeft daartegen verloren en gezegd van... Ja, en die stoel is uit elkaar gehaald en ge-x-rayed. Karpov daarentegen is ook een keer beschuldigd geweest. Namelijk, want en er zat iets in die stoel dan? Er zat niks in de stoel, nee. Ah ja. Dat was gewoon, weer het idee van... Dan wordt hij vastgezet. Drama, lama. Karpov bijvoorbeeld, die... soms als ze van die toernooien lang duren, dan krijgen die eten. En Karpov had een yoghurtje gekregen. En dat was een roos yoghurtje, dat was een specifiek yoghurtje. En zijn tegenstander zei van... Ja, maar dat is een clue. Want er stond of het Frans team, die zijn op een gegeven moment volledig veroordeeld geweest, omdat die met heel veel mensen stonden en blijkbaar stonden die in een bepaalde positie en die wisselden van positie op een bepaald moment als hint. Dus er zijn nog voordat de technologie en er is... Kuchjes zijn letterlijk gebruikt geweest, codes via kuchjes. Ja. Alleen het ding is nu, een computer is beter in schaken dan een mens. Absoluut. Dat is het grote probleem nu. Wel, maar dus er waren heel veel speculaties, wat ook gezegd wordt is, het hoeft niet per se te zijn dat je een computer laat lopen, want ze hebben dan gezegd van oké, we gaan het allemaal uitzenden met een kwartier vertraging. Ja. Maar het is niet zozeer dat je een computer moet laten lopen. Er was nog een theorie en die zei je kunt ook iemand zijn voorbereiding hacken. Ik wist het niet, maar een schaker bereidt zich blijkbaar voor van ik ga waarschijnlijk zo openen en als hij dat doet, ga ik dat doen enzovoort. En als je die voorbereiding hackt, dan kun je daar een computer op laten lopen nog voordat je met iemand schaakt en kun je eigenlijk zien, volgens zijn voorbereiding kan ik hem zo in de val lokken en kan ik daar dan voordeel uit halen. Ja, want niemand heeft nu gezegd van ik wil zelfs naakt tegen hem schaken zonder publiek om te bewijzen dat trilballen. Het is spektakel, Anna. Ik bedoel, het heeft de headlines gehaald omwille van die suggestie van Nanale Kralen, waar dan Musk ook een soort van allusie op gemaakt had, omdat Musk en memes op het internet, hij is mee. Maar er is dus voor de duidelijkheid geen enkel bewijs van. Hè. Het is grappig, obviously. En, die Kralen zijn media bias. Ah, het ding is, als het nog niet gebeurde, zal het nu wel gebeuren. Ik denk dat de schaaksport een stuk populairder zal worden de komende maand. Maar ik vind, wat ik ook wel boeiend aan vind, is dat je valspelen blijkbaar ook wiskundig kunt bewijzen. Ja. Dat bepaalde zetten zijn zodanig onverwacht voor iemand zijn profiel, als die dat herhaaldelijk doet in één spel, dat je eigenlijk kunt bewijzen, hier zit iets... Dat was heel simpel. Hè? Bijvoorbeeld een schaakspeler, een professionele schaakspeler, gaat nooit op een stap terugkomen. Terwijl een computer denkt niet zo. Een computer denkt van, oké, gegeven deze situatie, ik doe al mijn berekeningen, wat is de beste volgende zet? Goh, als ik nu mijn loper terugzet, is dat een beste zet? En op dat soort patronen kun je inderdaad de computer gegenereerde zetten toch een beetje proberen om te... Zo heeft AlphaGo, die Go-AI, heeft ook de tweede match tegen Lee Sedol gewonnen, omdat hij iets deed dat een menselijke speler nooit zou doen. Ja. Een zet die zo out there en mogelijk als debiel beschouwd werd, dat een menselijke tegenspeler totaal in de war was. Van, dit is... Allee, dit... Hè? Dit houdt geen steek. Maar dat was zo'n onbekend terrein voor die menselijke speler dat hij verloren heeft. Dus er is zeker ook wel iets te vinden in het analyseren van... Ja. Ik heb de tweet van Musk gevonden toen de suggestie van de anale trilballen rondging. A talent hits a target that no one else can hit. Genius hits a target that no one else can see. Ja. Toegeschreven aan Schopenhauer, uiteindelijk. Maar goed, kijk, voilà. Het was een heel sappig ding. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het zich gaat unfolden. Want het is zo, hè, die Amerikaanse schuld is nog totaal niet bewezen. Nee, dus daar moeten we van uitgaan. Het enige dat hij heeft... Hij heeft vroeger al eens vals gespeeld in een online toernooi. Dat spreekt tegen hem. Maar ik ga nu zuiver uit mijzelf spelen, omdat uiteraard dit gaat hem nooit bereiken. Dat is dan al heel ver van die mens af. Anders zou ik dat niet doen. Maar hij heeft vroeger al vals gespeeld. It's the guy you love to hate, want hij is geweldig schmuck. Dus dan denkt hij onmiddellijk van, ik wil dat je vals gespeeld hebt. En ik heb hem in een statement zien zeggen, I would never do that. That's like cheating in a live tournament. It's like the worst thing you could do. En ik zag het hem zeggen en ik kreeg een geweldige Lance Armstrong vibe. Ah, ja. Ik dacht, dat was nu exact een toon waarin dat die stond te briesen dat hij nooit of nooit doping ging gebruiken. Het oververontwaardigde. Ja. Ja. Zeker omdat je vroeger al gecheat hebt. The lady doth protest too much. Oeh, mooie zin. Dank je. Voilà, kijk, zeer benieuwd hoe zich dat verder gaat unfolden. En dat was het al voor het Musknieuws. Kijk eens aan. Dan hebben we nog een paar dingetjes staan waar wij aan een rotvaart
althans, zo is onze ambitie, zullen overheen gaan. Een supercool makerfilmpje, ik weet niet of je het gezien hebt. Een volautomatisch lasergemikt messenwerpgeweer door vader en zoon Quint. Misschien kun je het YouTube-kanaal eens opzoeken, want... Ik ben het aan het opzoeken. Ja. Het werpt messen, volautomatisch. Oké, dus een vader en een zoon die denken, we hebben eens een projectje nodig. Ja. De pa was hobbyist messenwerper. Ik weet niet of je het ooit geprobeerd hebt, zo een mes werpen naar een roos, dat moet dan zo een een draai maken en landen met de punt. Maakt het één een draai of maakt het meerdere draaien? Eentje. Ene, oké. Ja. En dus... De moment als je na heel veel oefenen dat kunt op 5 meter afstand en je stelt je dan op 6 meter afstand, moet je volledig herbeginnen. Ja, maar op 10 meter zou dat dan weer wel lukken. Dat weet ik niet. Maar dus, mensen die kunnen messen werpen op verschillende afstanden, dus eerst kijken welke afstand en dan juist smijten, dat is zeer zeldzaam. Ook bijlen werpen is een toffe cafésport tegenwoordig in een afgesloten ruimte. Maar bijlen werpen is hetzelfde. Je moet die bijl juist op het juiste moment laten draaien. Dus goed, vader en zoon denken, als wij nu eens een geweer maken, dat eerst met een soundwave kijkt hoe ver het doel is, en dan, door de motor anders in te stellen, het mes anders werpt. Oei, mijn alarm gaat af, we moeten naar de satelliet gaan kijken. Oh! Zo, we zijn terug. Anticlimax van de maand. Het was matig. We hebben wel de satelliet gezien. Hè? Denken dus we hebben wel het lichtpunt. Ja, ik heb net gekeken op Heavens Above voordat de baan was. En die kwam wel overeen, ook met de minuten en de uren. Dus we hebben wel het puntje gezien. We hebben hoogstwaarschijnlijk Blue Walker 3 zien vliegen. Maar hij was verre van het helderste object aan de hemel. Wat er waarschijnlijk mee te maken heeft... Die oriëntatie van die antenne moet ook een beetje goed zijn. De spiegel reflecteert maar optimaal in één richting. En ik weet nog, in de tijd van die Iridium flares, andere satellieten die nu niet meer bestaan, maar die vroeger heel helder reflecteerden, daar was dat allemaal in kaart gebracht en berekend. En dat is voor Blue Walker 3 duidelijk nog niet het geval. Maar dus, we hebben hem zien vliegen, maar hij was niet spectaculair. Dat kunnen we er al bij zeggen. Waar zaten we? Bij wel iets spectaculair. Voilà. Messenwerpen. Het messenwerpmachine. Dus, vader en zoon, hoe heet het YouTube-kanaal, Kurt? Quint Builds. Quint met Q-U-I-N-T. Dat is de familienaam. In de show notes. Vader en zoon Quint. Dus die denken van, oké, we bouwen een machine dat een mes kan lanceren. Eerst meten ze uit hoe ver het moet vliegen, zodanig dat de draaiing op dat moment optimaal is om te landen in de muur. Dan stoppen ze daar dus een lanceersysteem in, maar ook een systeem dat het een draaiing meegeeft. En dan hebben ze alles zodanig berekend dat het op elkaar afgesteld is. En nu kan het machine, want het werkt dus, hè? Dus het is ongeveer de grootte van een bazooka en je houdt het vast onder u in plaats van op je schouder. En je duwt op een knopje en dat ding kan zo een tiental messen lanceren, eentje per seconde. Zo shooting, shooting, shooting. En het is geweldig om te zien. En ook, laat ons zeggen, het is zeer educatief. Want als je kijkt naar het maakproces, zie je alleen maar miserie, troubleshooting, dingen die kapot gaan, alles mislukt, frustratie. Meken dus eigenlijk. Ja, en dan komen de woorden van... Ronald, terug bij mij. Ronald van de techniekschuur. Ik vroeg hem ooit van, hoe word je een maker? En die zei van, goh, wij zijn gewoon hele koppige mensen. Dat is zo. Als het mislukt van, en ik moet en ik zal het voor elkaar krijgen. Hoe stil is het apparaat? Ik zal het nu horen. Je hoort het bijna niet. Je hoort het bijna niet. Nee. Dus kunnen, je hoort enkel... The perfect murder. Het is echt voor ninjas. Ik denk dat je ietsje sneller bent als je zelf het mes hanteert. Maar... Ja, maar het mikt, het berekent de juiste loop en het zorgt ervoor dat de punt... Kunnen dan niet beter een dubbelzijdig mes lanceren? Oh! Of weet je wat nog meer? Zo 8 mesjes, eigenlijk zo'n sterretje zoals de ninjas hebben. Een ninjaster! Een ninjaster, Hoe cool waren in de jaren 90 als je een ninjaster had? Dat was toch? Hè? Of zo spelende speelplaats. En dan was dat zo, ik heb een zwaard, ik heb dit, ik heb een ninjaster. En dat waren gewoon een... En ooit met een IMO-kantoor een huis gaan bezichtigen waar dat een hele living vol met ninjasterren hing. Oké. Ja, dat was speciaal. En de vraagprijs was niet te hoog? Te hoog, veel te hoog. Ja, absoluut. Voilà. Ja. Oké. All right. We hebben nog een beetje makerstaf, maar dan software makerstaf. Kurt, iemand heeft Minecraft geprogrammeerd...
in Minecraft? Ja, heeft iemand eigenlijk een computer gebouwd in Minecraft? Dat is eigenlijk hoe al een paar... kan je een computer bouwen in Minecraft? Wel, los van het feit dat je Minecraft ook gewoon heel veel command blocks in kunt steken, maar dat is één manier. De tweede manier is dat je redstone kunt gebruiken. Dus we zitten in een wereld met allemaal blokjes, zand, aarde, hout enzovoort, en je hebt daar ook een redstone. Wat doet dat precies? Dat zit ongeveer in de grond. Als je gaat mijnen, kun je redstone. Dat geeft ook heel veel XP, dit geheel terzijde. Pas op wat dat gezegd, want als er kinderen luisteren, ik krijg hele lange mails als je nu een fout maakt. Excuseer. Je hebt een diamanten pickaxe voor nodig om dat te kunnen mijnen. Sinds 17.0. Je hebt duidelijk alleen maar in creativity mode gespeeld en al. Een iron pickaxe is genoeg voor redstone. Maar dit geheel terzijde. Ja, ik speel met mijn kindje soms Minecraft. Maar je kunt dus die je kunt eigenlijk draadjes mee maken met redstone. Daar komt het op neer. Maar je hebt ook blokken, gelijk bijvoorbeeld een redstone repeater. En dan kun je de draadjes, die gaan maar een x-aantal blokken ver. Ik weet niet juist hoeveel, sorry, dat weet ik niet, maar een stuk. Pak 10 blokken. Om die nog een keer te verlengen. We lezen het wel op TikTok. Ja, voilà. 10 zegt of 12 misschien kunnen. Het coole aan die redstone repeaters is dat je daar een vertraging in kunt steken. En dat je ook blokken hebt die daar als een endpoortje op die manier werken. Maar of nu zijn die we of een notpoortje werken. Dus je hebt of een endpoortje. Endpoorten, notpoorten, oorpoorten. Dus je kunt eigenlijk een volledig logisch systeem bouwen. Voilà. Er zijn sowieso al mensen die rekenmachines gigant... Dat is al een flatgebouw groot in Minecraft. Ja, maar dat is al gebeurd. En eigenlijk, hoeveel van die Minecraft-wereld heb je nodig om in godsnaam Minecraft in Minecraft te bouwen? Dat ga ik even opzoeken. Het zijn er echt wel heel veel. Want als je het filmpje kijkt, het is waanzinnig. Het is echt zo... Als je ooit de ingezoomde foto van een CPU, van een computer, eigenlijk zit dat vol met transistoren. Eigenlijk is het dat, maar is zo wat dat een nanometer, Marianne zit er niet, maar zo de kleinste afmeting is eigenlijk één blok in Minecraft. Dus dan kun je je voorstellen hoe groot dat ding eigenlijk is. Een computerchip in 3D-blokken gebouwd. Eigenlijk is het dat. En hoeveel jaren is hij daar aan het bouwen? Wel, maar dat is ook het coole. Dat is trouwens een heel tof boek voor kinderen om te leren programmeren. Je kunt Python, wat een redelijk degelijke programmeertaal is, zeker om te beginnen, omdat je op een heel gestructureerde manier verplicht om te programmeren. Je kunt Python leren door Minecraft te programmeren. Er bestaat een tussenmodule die dat je kunt installeren, dat je in Python zegt van ik wil nu een huis bouwen van zoveel blokken op zoveel in 3 dimensies. En die genereert dat voor u. En zo heeft hem eigenlijk zijn computer gegenereerd. Dus hij heeft niet rondgelopen in de wereld en gezegd van we gaan hier een blok oppakken en ik ga hem daar neerzetten. Dat zou wat te lang duren. Dus hij heeft een interface gebruikt die programmeertaal omzet in blokken. Maar nu vraag ik me af, kunnen die een interface in Minecraft bouwen? Ja, Minecraft is Turing compleet, dus je kunt er alles in maken. Redstone is Turing compleet. Als het maar groot genoeg is, kun je gelijk welke computer nabouwen in Minecraft. En op zich, de specificaties van zijn computer heeft wel... hij heet de Shungus 2. De CPU dat hem gemaakt heeft, is een 8-bit computer met 1 hertz kloksnelheid. 1 hertz. Dus elke seconde tik. Ja, inderdaad. Ja. Tick, met toch wel 64 bytes. Een nanoflop. Nee, maar 64 bytes bus met 256 bytes RAM. Meer is er niet nodig. Meer nodig, helemaal. Ah, maar die gaat dus wel van die rollover problemen krijgen. Zo. Ja, het is ook wel een monochroon scherm dat hem aanstuurt, spijtig genoeg. Level 257 crasht. Waarschijnlijk. Nee, 8-bit. Daar heb je me. Sowieso heel cool, hè. Minecraft-simulatie nagebouwd in de logische redstone poorten in. Ja, en de belangrijkste vraag is: can it play Doom? En daar heeft hij nog geen antwoord op. Alles. Als Turing compleet is, dan draait Doom. Ja. Maar er heeft ook ooit iemand, ik denk, de Game of Life gebouwd in Game of Life. Ja, kan. Dus als je Game of Life is zo al die pixeltjes die constant veranderen. En heeft dat zo allemaal systeem gebouwd. En dat begint met een heel klein ding. En als je uitzoomt, dan zie je opnieuw de Game of Life eigenlijk. Ja, waanzin. Oké. Els, Wikipedia is een project dat ik al heel lang heel veel liefde en ook arbeid toedraag. Ik schrijf daar af en toe dingetjes op, artikeltjes op. De laatste jaren, omdat er al zoveel geschreven is, heb ik de indruk dat Wikipedia vooral nog bezig is met foutcorrectie en actualiteit. Hè? Vechten. Ja. Met de pagina van de Queen in Engeland, die is op een bepaald moment gewoon geblokkeerd geweest, omdat iedereen tegelijkertijd daar dingen op aan het zetten was. Dat is een beetje een probleem, dat je binnen Wikipedia heb de moderatoren en die worden verkozen. Het is een volledig democratisch systeem. Als er twisten zijn, kunnen pagina's even geblokkeerd worden. Maar er zijn natuurlijk ook informatieoorlogen bezig. Er zijn ook belangengroepen die, zowel ideologische als bedrijfsbelangengroepen, die proberen dingen aan te passen. En
er zijn ook gewoon af en toe koppige moderatoren. Ja. Die zelf... Allee, en dan heb je Flame Wars en heb je Backfecht en zo. Het beste wat Wikipedia kan overkomen, en dat gebeurt gelukkig af en toe, is dat er moderatoren zijn die een soort Salomons-uitstraling hebben. Van enerzijds, anderzijds, en laat ons nu. Maar je hebt er soms die zelf keihard meegaan in de strijd. Dus wacht, was koning Salomon die niet met die baby, die zei van, ja, dan kap ik de baby in twee. Ik weet niet of dat een voorbeeld is dat je moet... Ja, maar Jeroen, je kent het volledige verhaal niet. Ja, ik weet dat hem uiteindelijk dat gebruikt heeft om de moeder die van het kind... I know, maar voilà. Dreigen, ik ga deze baby in twee kappen, blijf ik. Geen goeie... Er is al veel opgelost in de wereld door te dreigen om baby's in twee te kappen. Fair enough. Ja, nee, dat is eigenlijk niet waar. Heb je nog een voorbeeld? Dat is eigenlijk niet waar. Nee, dat... Psycho is dat, laat ons eerlijk zijn. Er is het Nieuw Testament zo niet begonnen. Ik maak hier al die baby's af. Nee, dat is van, geef mij een baby dat je kunt missen om te bewijzen hoe graag dat je maar ziet. Ja. Sorry, we zijn weer in een Antwerpse deurcomedie. Nee, ja, okay, voilà. Ja. Goed, waar waren we? Ah, Wikipedia. Voilà. Wikipedia en Wikimedia. Af en toe hebben die projecten, soms zeggen die, het is Monumentenweek, we gaan allemaal schrijven over monumenten. Of het is Kroatiëweek, we gaan allemaal artikels over Kroatië schrijven. Er is nu een wedstrijd, eigenlijk een vraag naar het publiek die zij uitgeschreven hebben. Maak voor ons een soundlogo. En gelukkig zitten we hier met een professioneel geluidsvrouw aanwezig. Els, wat is een soundlogo? Ja, als je denkt aan een logo, dan denk je natuurlijk direct aan iets visueel. Ja. Maar je kan ook een logo hebben in geluid, bijvoorbeeld. Ik heb er een paar meegebracht. Want een geluidslogo, dat kan uw merk heel veel meer gevoelswaarde geven. Ik denk dat ik er eentje ken. Mag ik proberen? Wacht, hè. Maar ik denk dat ik het waarschijnlijk heb klaarstaan. Gaat hetzelfde zijn? Ik heb er ook eentje denk klaar. Het. Wacht, hè. Ah, dat was hem, ja. Ja, ja. Shit, wat is dat nu? Netflix. Ik dacht aan... Rodania! Ja. Dat is dan eigenlijk het soundlogo. Ik dacht aan deze. Windows. Wacht. Maar dat is geen geluidslogo, want dat was bij het uitschakelen. Ja. Ah, Els heeft een quizje. Kom. Ja, maar wacht. Ja. Die Netflix, er is een enorm schattig filmpje. Ik ga het opzoeken en we proberen het in de show notes te zetten. Een enorm schattig filmpje van een kleuterke dat constant naar, ik denk, zijn oudere zus komt. En die heeft uit zo'n magnetenbakje heeft die een rode N gehaald. En die toont dat constant en die zegt... Tenden. Tenden. En die snappen daar niks van. Tenden. En die zeggen, waar heeft die cliënt over? Tot als ze Netflix opzetten en de rode N zien, dat zegt tenden. Maar dat is dus op dit moment een van de bekendste soundlogo's. Ja, voilà. Maar er zijn er in het verleden nogal wel wat geweest. Okay. Zoals bijvoorbeeld, herkennen jullie deze nog? Journaal? Nee, geen nieuws. Lotto? Nee. Hij klinkt wel bekend, maar ik kan er niet direct geen beeld op plakken. Zeg het eens. Intel. Intel? Ah ja, Intel Inside. De spiraal die dat zo... Ah ja, okay. Ja. Oké, nog eentje. Eentje die... Ik was zo een beetje aan het kijken op internet en dat was er eentje waar ik direct kei blij van was, maar ik wist niet meer waarom. Omdat ik niet direct wist van wat dat was. Huh? Deze. Is het van een filmstudio? Iets in de cinema? Zo? Nee, zo Dolby Surround? Ik associeer het met film. Het heeft, ja, ik zag direct mijn jeugd en het was wel iets met een tv. Oei. Is het copyrightbeveiliging? Nee, het is PlayStation 1. Als je de PlayStation 1 opzette, was dat geluid. En ik hoorde dat en ik dacht, oh, ja, maar ik wist niet waarom. Oh, is het echt? Oh, hoe heerlijk. Echt zo, die conditionering in je brein van, er komt nu iets tof, dopamine. Ja, dus dat is een soundlogo. Hè? Hey, dat geeft eigenlijk... je veel meer emotionele respons. Gelijk dat ze honden trainen met zo'n klikker. Ja. Nee, ze geven niet altijd snoep. Ze klikken op een klikmachientje en dan geven ze die een snoepje. En na een tijdje moet je geen snoepje meer geven. Die worden blij van het klikgeluidje zelf. Dus eigenlijk kun je millennials trainen met het PlayStation 1 soundlogo. Ik heb dat met dat nummer van je steelt geen handtas. Ah ja. Moeskopperij is een misdrijf. Ja, wij zijn allemaal getraind. Hè. Ja, ja, ja. Wacht, hè. Maar dat piraterij is een misdrijf. Nee, wacht, hè.
VTM. Voilà, dat was al direct. Tum, tum, tum. Ja, VTM inderdaad. Maar dus, een soundlogo, dat is een soundlogo. Heeft dezelfde iconische herkenbaarheid voor je merk. Ja. En wat dat merken heel belangrijk vinden, is dat zo'n soundlogo een soort van associaties oproept bij de mensen die bij hun merk passen. Dus, maar in wat opzicht verschilt een soundlogo daarvan een goede jingle? Ja, omdat een jingle, een tv-programma heeft een jingle, een radioprogramma heeft een jingle, maar een merk heeft dat meestal niet. Ja. KBC heeft geen jingle, denk dat ik. Heeft een heel andere, dat heeft een heel andere functie dan een jingle. Okay. Als je bijvoorbeeld... En een soundlogo is... Allee, daar kan gezongen tekst op zitten, maar het logo is eigenlijk zonder de tekst. Okay. Okay. Dus als je zo, als je denkt aan tv-video, multimedia, als je gewoon nog maar dat riedelke hoort, dan weet je al over dat over van de borgen. Bij al deze merken moet ik zeggen, geen sponsor. Ja, heel weinig sponsoren. Ja. Maar dus, Wikimedia wil een eigen soundlogo. Ja. En vraagt aan het publiek, maak er eentje. En dat zal dan ook weer recht en vrij zijn waarschijnlijk. Het ding is dat zij steeds vaker, of hun materiaal steeds vaker ook gebruikt wordt via spraakassistenten. Ah, juist. En zij willen dus graag daar een herkenbaarheid in steken, een soundlogo, zodat mensen het herkennen als iets van op Wikimedia. Oké. Okay. En ze hebben een beetje uitgeschreven van wat dat het zoal zou moeten zijn. Moet uitstralen. Ja, is het wuft en artistiek? Het is, laat ons zeggen, hoog gegrepen. Oké, okay, daar gaan het we. Het moet the sound of all human knowledge worden. White noise. Stam maar eens. Ja. Ja, ja. White noise. Of the sound of winning an argument. Winning an argument. Wow. Ik kan u al zeggen, dat is niet Hattie Helsmoortel die zegt, zullen we daarop wedden? Want dan hebben ze sowieso gejost. Is dat niet gewoon een deur die kwaad dichtgeslagen wordt? Ik dacht exact hetzelfde. Ja. Het moet trustworthy, reliable, open and accessible to everybody. Ik denk dat the sound of winning an argument is de tegenpartij die zegt, ja, maar toch. Dat is meestal zo. Ja, maar toch betekent meestal... Ja, ik zie nu wel in dat ik fout was, maar toch voelt het nog niet zo. Ja, het had waar kunnen zijn. Ja, maar toch. Het was zoiets, hè. Ja. Och, jongen. Ja, och, jong, fuck you. Dat is inderdaad the sound of winning an argument. Och, jong, fuck you. Och, jongen. Fijn. Als weet je... waar, gaan we het gewoon insturen? Och, jong, fuck you. Dum, dum, dum. Wel, uw dingen. Bam. Het mag tussen 1 seconde en 4 seconden lang zijn. We gaan ervoor, jong. Och, jong, fuck you. Dum, dum, dum. Slam. Ik had eigenlijk al eentje in gedachten. Oké. Okay. Maar die gaat ietsjes te lang zijn. Maar ik dacht, waarom niet... Allee, the sound of all knowledge. Dan dacht ik eigenlijk aan dit. En the sound of winning an argument, ja. Zeg je zelf. Ja, voilà. Maar ja, die is 8 seconden, dus die is dubbel te lang. Voilà. Maar misschien kan hem dat remixen. Ja, en, nog een keer. Moet ik eerlijk zeggen, al die blinden en slechtzienden die elk Wikipedia-artikel met dit geluid moeten beginnen van ik wil gewoon iets opzoeken over de capybara. Laat mij gerust. Ik mij aan het denken, heeft Pornhub een soundlogo? Zo'n logo dat iedereen van... Ik weet niet van wat... Nee, dat weet ik niet. Waarom ben ik zo blij plots? Ja. Waarom ben ik zo blij en eenzaam? Oké, okay, je kunt dus nog insturen tot 10 oktober. Dus als deze uitkomt, moet er rap zijn. Ja. En vanaf 29 oktober zijn er 10 finalisten en kunnen we stemmen. Ah, dat vind ik wel dus cool. Dus ik wil het zeker volgende maand... Nee, 29 november zei ik. Hè. Dus ja. Ik wil het zeker nog een keer terug ophalen. Ja. En dan moeten we iedereen sturen in een richting. Dus de volgende podcast... kunnen we de 10 kanshebbers laten horen eigenlijk? Nee, want die nemen eind oktober op en het is eind november. Twee podcasts. Ja. Dus 29 november worden de 10 kanshebbers aan het publiek voorgesteld. Ja. En dan is het nog een tijdje voordat we weten wie het gehaald heeft. Eigenlijk. En degene die het haalt, het is wel, allez, je moet het wel vooral voor de eer doen. Want je krijgt $2,500 en je mocht het produceren in een studio. Maar ik denk, degene die gaan uitgekozen worden... Die hebben thuis een studio waarschijnlijk. 10 kanshebbers, we zijn met 10 podcasters. Ik denk dat er een soort van... Ik denk, als we eventjes denken aan onze trouwe luisteraars... dat Reggie Pinkston nu al bezig is met Wikipedia. Ja. Het summum van alle kennis is een vuile discobeat. Ja, maar ja. Hè. Sowieso. Ja. I would walk on water just to read this article. Dat gaat weer zoiets met een xylofoon zijn, zo met houttinten. Inderdaad, het gaat een of ander wereldinstrument in zitten, want het is...
Inderdaad, en dat gemengd met iets van Dirk Brossé. En dan gaat er ongeveer zijn, denk ik. Ja. Zo'n zitar. Het Songfestival op 4 seconden. Een sitar en zo'n regenbuis. Ja. Of een didgeridoo. Oh ja. Okay. Alright, er is nog een wedstrijd. Er is nog iets gecrowdsourced naar het publiek. Namelijk de NASA zoekt een naam voor een nieuwe ruimtemissie. And they're looking for the name for a mission to Uranus. En gewoon al het idee, als we dit nu eens aan het publiek vragen. Er circuleert al van alles. Index was er eentje. van index finger. Butt plug was een andere. Chess player. Vibrating chess piece. Ja, voilà. En prostate examination. Heel moeilijk als backronym. Maar ze hebben het een beetje verpest, want je moet een uitgebreid document opstellen waarop dat je... Je moet er echt al werk in steken in je mop ook. Dus het is een uitgebreid document. Het liefst als er elementen zouden inzitten van native gebieden. Dus stel bijvoorbeeld... Ze geven een voorbeeld. Zou het een open godeten zijn uit Native American reservaten? Gelijk dat heel veel hemellichamen naar Hawaïaanse... Voilà, bijvoorbeeld. Ja. Dus als er daar een link bij is, heb je punten voor. Dus spijtig genoeg, Buddy McButtface zal het niet worden. Spijtig. Tenzij je snel een native stam opricht met de goden Buddy McButtface. Ze ondermijnen de democratie. Absoluut. Dat is wat ik zeg. Ja. Ja. Maar er moet toch iets clever te vinden zijn dat op eerste zicht zeer wetenschappelijk lijkt, maar dan toch... Als je het acroniem pakt, of je zit het niet juist. Maar er zijn al, ik weet niet veel backroniem, ANUS, Advanced New Uranus Space Mission. Prachtig. BUT, Better Uranus Telemetry Tracking. Oké. Excellent. POOP, Planetary Orbital Observation Probe. Oh, goed. Ja. Rectum, perfect. Research Education Changing Towards Uranus Mission. Bekken gevloeid. Ja, oké. Okay, ja. Bekken gerekt, dat rectum. Maar het zijn gewoon synoniemen voor aner. Ja. Terwijl het is toffer om zo iets... Een object hebben we erin gehad. Als je een background in maakt met Matchbox Otteke, dan vind ik sowieso... Eigenlijk Starship Suppo. Wat is suppositoire in het Engels? Is het suppository? Suppository, voilà. Absoluut, dat zou een hele schone zijn, ja. Kijk, de wedstrijd loopt. We gaan de link zetten. Als je iets saai wilt insturen, dan kan dat ook. Voilà. Maar we kunnen wel in de lijst van alle... Wat daarnet gezegd is, als je iets vindt van native dingen dat er zijn, er bestaat wel een lijst al van. Dus die kunnen we wel als inspiratiemateriaal op de website zetten. Voilà, al 2 wedstrijden zeg. En het gaat hier maar De door. Godheid, heel lokaal bij ons. De godheid Kusminol. 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 En een zet ook, hè? Kusminol. Kusminol, ja. Ja. Godin van de wetenschap. Hebben die nog een soundlogo nodig? Die probe? Oké. Ook alweer toponderzoek. Jeroen, de zelfrijdende auto, die komt steeds dichter. Ja, of hij daar echt volledig... Letterlijk en figuurlijk. Dat is het probleem, dat hij soms te dicht komt. Ja, er zijn wat veiligheidsvragen. Er is af en toe een of ander freak-accident met een auto die een voetganger niet herkent. Dus er zijn van alle scanners vooraan zo'n auto, meestal LiDAR. En die software moet herkennen, oké, dat is een voetganger die wilt oversteken. Nu, Japanse onderzoekers hebben er iets op gevonden om een auto te laten communiceren dat hij je gezien heeft als voetganger. Wat doe je als je normaal een voetpad wilt oversteken? Je maakt eventjes oogcontact met de bestuurder, die meestal dan vriendelijk ga maar voor doet. Voilà. Ik rij nu ook met de auto, dus ik weet wat dat proficiat, is. Proficiat, Jeroen. Mensen in Leuven, blijf binnen. Ja, inderdaad. Als er iemand 30 rijdt voor u, ben ik het waarschijnlijk. En geen millimeter mee. Japanse onderzoekers hebben gezegd, die hebben een soort van googly eyes vooraan een auto gemonteerd. En die googly eyes die kijken naar het object dat ze momenteel aan het herkennen zijn. En zijn het schermen of bewegende objecten? Niet gespecifieerd, maar ik veronderstel dat schermen het gemakkelijkste is om te doen. Ze hebben een soort van zandbuggy uitgerust met die dingen. Ze hebben dat ding automatisch laten rijden, maar om het cool te maken, ze hebben dat niet getest met mensen die daar echt aanwezig zijn, want stel dat het faalt en die worden aangereden. Ze hebben die zandbuggy eigenlijk in een soort van virtual environment gestoken, waar dat er in een andere virtual environment mensen klaar stonden om over te steken, die dat dan de feed van de camera kregen. Dus ze hebben trucken gedaan om het niet met echte mensen te moeten testen. Maar dus, wat blijkt, het feit dat die ogen effectief kijken naar iemand die aan een voetpad staat, zorgt ervoor dat deelnemers aan het experiment voorzichtiger zijn in over te steken en ook effectief maar oversteken als de auto hen gezien heeft. Maar
Twee bemerkingen. Het is niet peer-reviewed. En twee, wat blijkt, Vente negeren dat compleet. Vente vertonen hetzelfde, mogelijk nog gevaarlijker gedrag als er ogen op staan. Terwijl vrouwen zijn dan weer iets te voorzichtig. Dus ja, wat je daaruit uit kunt halen, het is gewoon een onderzoek dat... Op zich vind ik het logisch. Inderdaad, een soort van contact maken met een auto, die ook al maar gaat dat in milliseconden, die acknowledge dat hij u gezien heeft, daar zit iets in. De manier, de testmethodiek hier is betwijfelbaar, maar... Maar ik vind dat ook wel een prachtig mannenbrein. Dat ding heeft ogen, het zal mij wel gehoord hebben. Ik wou het juist zeggen. Een vrouw heeft gewoon zoiets van, oeh, die heeft mij gezien, ik moet opletten. En een man heeft dan, oh, die heeft mij gezien, dan kan ik doorgaan. Ja. Dat haat ik ook van die mensen die in het verkeer zo zeggen ze van... Zij zijn in fout. Ja, daar zijn we toch geen kloten mee als we plat tegen de asfalt liggen. Dat is eigenlijk de auto van Bassi en Adriaan. Ja, ik kan absoluut zeggen... Of Herbie, hè? Ja. Ja, dat is echt gewoon dit, hè? Of Vitamintje van Suske en Wiske. Ja, toen, ik heb ook de foto gezien van de auto met de googly eyes. Het deed mij vooral denken aan Thomas de Trein. Zo. Thomas de Trein, die ook zo iets te vriendelijk... Ik heb u gezien, hoor. Ik ga u niet plat rijden. Het is volgens mij ook cool... Grappig, omdat waarschijnlijk heeft die auto een hele brede sensor en kan die met twee ogen naar iets anders kijken. Dat je zo'n totaal schele auto hebt als je met twee aan de voet kan hebt. Dat kan maar een kreinenbouw. Of dat je bij heel veel volk staat en dat die ogen zo totaal flippen. Ik heb iedereen gezien. Ik heb iedereen gezien. En u. Alright, we gaan verder met creatieve technologische oplossingen. De Franse staat heeft een AI-systeem gelanceerd om illegale veranda's te detecteren. Oh, pom, pom, pom. Jos. En ik denk, illegale veranda's. Wat is het voor iets? Ik wil toch... Dat weten we nu toch. Maar, achter elk huis in Vlaanderen dat ouder is dan 50 jaar, staat toch koterij ik tot weet, en met... Maar, Els, wat gebeurt er in een illegale veranda? Wat doen ze? Waarschijnlijk hebben ze zo Jos lange... en Paula leggen daar legpuzzels. Maar illegale legpuzzels. Binnengesmokkeld. Ja. Terwijl ze stiekem sigaren roken en een portootje drinken in een lange jas met een zonnebril. Want de buren mogen het niet zien in de illegale veranda. Le veranda illegale. Gelijk dat ze daar zeggen. Problème national. Les veranda. Ze doen het al voor les piscines illégaux, denk ik. Sinds dat de AI... eigenlijk goed aan beeld- en patroonherkenning kan doen, zijn er al overal ter wereld softwaresystemen die illegale zwembaden detecteren. Dat kan zelfs, zelfs al zonder AI een zwembad, want als je visueel een grote, rechthoekige, blauwe dinges in je tuin hebt, heb je waarschijnlijk een zwembad. Wat is een illegaal zwembad? Je moet in bijna alle landen taksen betalen op een zwembad, omdat dat typisch een luxe product is. Moet je daar dan ook zo met een donkere bril en een lange jas in zwemmen? Ik denk het wel. En dus al heel lang wordt er visueel gekeken op luchtfoto's. Waar liggen zwembaden van mensen die dat niet geregistreerd hebben? Ik heb toevallig vorige week gepraat met een... stoffen en plastic folie, stoffen en basjen produceren. Een bas, we hebben Nederlandse luisteraars. Ja, ja. Wat is een bas? Zeil. Een zeildoek. Ja, ja. Plastic zeildoek. Dat je over. Zeildoek. Over. Allee, je weet wat, gelijk over de camions. Een herbruikbaar polystereen zeil. Het stevige dekzeil van een vrachtwagen. Dat is in het Vlaams een bas van een camion. En dus op een zwembad kan je ook van die basjen leggen. En dus die man vertelde mij, was de CEO van dat bedrijf, en die zegt van ja, we hebben eigenlijk al heel lang maken wij ook zeilen voor zwembaden. En die zijn bijna allemaal blauw. Behalve voor onze Griekse markt, daar zijn ze allemaal groen. Omdat ze die dan op luchtfoto's niet zien. Dus die hebben allemaal een groen dekzeil op hun zwembad. Ik zou dat zo bedrukt met zo de bovenkant van een bladeren dak. Ja. Ik was ook aan het denken van zo een foto van gras en wat spelende kinderen. Ofwel, en gewoon... foto van een veranda. En dan dubbel gejost zijn. Maar dus Frankrijk heeft nu ook die software kunnen trainen om verandai te detecteren. Verandai, ja. Want ik wist niet eens dat je voor de veranda dan blijkbaar ook een of andere... Dat moet een bouwvergunning hebben. Een glastaxia, bouwvergunning enzovoort. Ja, dus kijk, voilà. Zitten wij er niet legaal in uw tuin? Dit is legaal. Ja. Maar dus, er zijn nu heel veel boomers die het stilletjes aan warm krijgen. Hè? Die denken, mijn kop is van veranda, wat is niet zo geïsoleerd en zo. Voilà, die nu krijgen. Inderdaad een gras met molshoop een bash bestellen om over de veranda te trekken. Hoogstwaarschijnlijk. Alright, we gaan eigenlijk een beetje verder in dit genre van staten en hun wetten. Namelijk, de staat Californië heeft beslist dat hommels vissen zijn.
Amerikaanse wetten, ik geloof het. Ja. Volgende onderwerp. Voilà, maar we gaan er eventjes dieper op in. Waarom hebben ze dat beslist? Omdat ze de hommel graag willen beschermen. Ze willen van de hommel een beschermde diersoort maken. Er zijn blijkbaar een paar hommelsoorten die bedreigd zijn. En het zijn belangrijke bestuivers. Right. Maar, en nu gaan we echt naar een soort heerlijk Kafkaiaans webje afdalen. Wie beslist over beschermde diersoorten in Amerika? De Fish and Game Commission. Ah. Ja, dus game is een Engels woord voor wild waar je op kan gaan jagen. Fish and Game Commission. En zij hebben blijkbaar een hele tijd terug al een lijst, een wettelijke bepaling gekregen van wat zij mogen beschermen als ze vinden dat het nodig is. Namelijk birds, amphibians, reptiles, mammals or fish. Wat verdomme. Daar zitten dus geen insecten bij. En eigenlijk, als ik het even bekijk, geen ongewervelden. Nee. Nu, een tijdje geleden was er een slakkensoort bedreigd in Californië. En ze dachten van, ja, goh, slak, vis, kom aan. Hé, laat ons eerlijk zijn. Het is een beetje nat ook, dus een amfibie. Voilà. Dat is eigenlijk een vis die gewoon even op droog is gekropen. Ja, en dan heeft dus een rechter beslist, laat ons die slakken gewoon als een beschermde vissoort beschouwen. Want dat was gemakkelijker dan de wet uit te breiden van je moogt ook weekdieren beschermen. Dat was te moeilijk. En dus nu hebben ze net hetzelfde weer gedaan voor de hommel. Maar ze hebben dan niet een vogel ervan gemaakt. Nee. We waren toch al vertrokken met die vissen. Ja, doe maar terug een vis. Dat is toch de raarste gewervelde. We gaan dat allemaal... En dus op dit moment in Californië is het eigenlijk zo... Vanaf dat de Fish and Game Commission beslist dat iets een vis is, is het de vis. Dus als je in Californië iets wil beschermen, zoals bijvoorbeeld de Nissan Micra, dan besliste dat dat een vis is. En dan zegt de rechter, ja, het lijkt wel wat op een vis. Maar dus, hommels zijn vanaf deze maand vissen in Californië. Waarom? Omdat blijkbaar vissen belangrijke bestuivers zijn. Voor de mais. Kunnen dan worden tegengehouden door de State Patrol, die dat zo je raamje naar beneden tikt en van zeg... Je gaat hier toch niet hommelvissen, hoop ik. Vliegvissen, zoals ze zeggen. Met een angel in de lucht. Heb jij daar een vergunningske voor? De koffer is open en je wordt zo'n heel opgezoom in de koffer. Ah, maar dat zou niet kunnen. Nee. Want hommels vliegen nooit in donker. Ah, ja, dus als de koffer dicht is, dan kunnen ze eigenlijk niet zoomen. Lampeken blijft aan. Stil zijn. Stiekem blijft dat lampeken aan als je die toe doet. Ja, waarschijnlijk. Oké, en dan heb ik nog één iets gestaan. Ik ben eindelijk naar de automatische oké-winkel geweest hier in Gent. Mm-hmm. Geen sponsor. Ja, inderdaad. Dus die winkel waarvan dat je gewoon met je klantenkaart moet inscannen. En dan neem je gewoon wat je wilt. En die detecteert dat jij het bent. En dan ga je uitchecken. Was het een levensveranderende ervaring? Je hebt het kapot gekregen. Hè? Ik zie het aan je gezicht. Je hebt het kapot gekregen. Wat heb je gedaan? Is er een mens moeten bijkomen om het toch te goed hebt te lopen? Heb je een grote reflecterende jas gedragen? Nee, het was simpelweg underwhelming. Was het simpelweg... Werkte het te goed? Nee, het werkte, maar het was nog... Allee, er zit eigenlijk geen AI of gezichtsherkenning. Het is heel simpele automatisering. Dus even concreet, je maakt je klantenkaart. De deur gaat... Er is echt niemand in die winkel, hè, dus die is echt leeg. Maar dus je scant je QR-code... Ah, voilà, kijk. Je scant je QR-code en dan gaat dat deurje open en dan kun je binnen gaan. En dan alle kasten waar producten in staan zijn dicht... En die kun je openen door jezelf de QR-code te scannen. Zodat dat systeem weet, dat is Frankie die de deur opgedaan heeft. En dan staan alle producten op gewichtjes. En dus als je dat eraf neemt, dan weegt dat van... Oké, dat is één iced tea minder. En dan doe je de deur terug dicht en dan wordt dat terug geregistreerd in het systeem. En op het einde kun je niet gewoon naar buiten wandelen. Je moet gewoon gaan betalen. Dus je gaat naar een kassa, je scant je QR-code, die kijkt wat je allemaal gepakt hebt en je betaalt dat. Dus is het geautomatiseerder dan de normale supermarkt? Ja. Komt het in de buurt van die volledige Amazon-winkels die je herkennen en die zien wat je meepakt en je kunt buiten wandelen en het gaat automatisch van je kaart? Absoluut niet. Plus, je kunt er naartoe gaan met een zak patatten en in plaats van producten te nemen, gewoon een patat teruglikken met exact hetzelfde gewicht. Ik ben wel benieuwd of dat zou werken. Of dat je iets met exact hetzelfde gewicht zou kunnen terug... Nu, dat ding zal ook wel volhangen met camera's, dat lijkt mij nogal logisch. Nee, maar toestemming om het te proberen, oké, kom op. Ja, maar weet je wat, laat ons zeggen, ze mogen ons bellen en we gaan het gewoon even stresstesten. Ja, absoluut. Nee, dus we willen heel graag... Oh, als je meer gewicht teruglegt, krijg je geld van oké. Ja, voilà, er is iemand 3 kilo cola komen leveren. Ja, voilà. Er was wel één momentje en dat was, ik wou een fles wijn pakken, dus ik scan de deur
van die... ja, ik scan de deur van die wijnkast. En voor heel die winkel, waar ik alleen was gelukkig, maar voor heel die winkel komt er een soort aankondigingsstem. Beste klant, om alcohol te kopen moet je eerst je identiteitskaart scannen aan de infokiosk. Dus dat wordt dan niet aan u gemeld op een scherm. Nee, dat wordt echt... Voor heel die winkel wordt dat dan... Brrr, condooms zijn enkel te krijgen op dinsdag. Maar het, ja, het was op zich wel een belevenis, maar ik vrees dat ik er te veel van verwacht had. Stel dat ik daar binnengewandeld was met het idee van dit is een gewoon een winkel, dan was dat waarschijnlijk even wauw geweest. Maar nu, door het te hypen... Ja, was ik het ben weer vooral aan het denken aan die rekkenvullers. Ik heb dat vroeger nog gedaan bij de Colruyt. Mm. En dat was al een beetje gedoe voor dat allemaal just in rijkjes te krijgen. En zo. Maar nu moeten dat dus ook nog eens op een gewichtje zetten. Ja. Hoe lang zijn die mensen bezig? Heel het schap is een weegschalke eigenlijk. Hè. Of het is zo verdeeld in afzonderlijke weegschalkes. Dus het valt denk ik nogal mee. En ook, ze moeten zich geen zorgen maken. Over een jaar of twee zijn de robots die dat doen. En, oh, en dat moeten is ze gewoon... Ja, voilà, kijk. Dat is allemaal afgedankt. Jopla. Ja, inderdaad, ja. Alright, dan denk ik dat we erdoor zijn. Maar we hebben natuurlijk nog enkele mededelingen en een sponsor, een van onze favoriete sponsors, die ook weer helemaal terug is. Maar Els Hetty is op tournee. Ja. Met Missie 2022 zal dat dan zijn. De reden dat ze er vanavond niet bij is, is omdat ze op dit eigenste moment in Dendermonde op de planken staat. Aan het try-outen. Aan het try-outen. Dus de voorstelling wordt beter as we speak. Ja, ja. Terwijl dat we hier bezig zijn, is zij de voorstelling aan het beter maken. Nog even kort. Concept van Missie 2022 is Hetty staat op een podium en praat met het publiek, zoals je doet in een theater, One Woman Show. En zij kijkt terug op het wetenschapsnieuws van het voorbije jaar. Ja. En zij overloopt dat nog eventjes en deelt mede wat ze daarvan denkt. En ze heeft echt wel zo wat dingen bij elkaar. Allee, soms zijn er ook wel... Er is een kleine overlapping natuurlijk met het wetenschapsnieuws van de vorige maand, van het afgelopen jaar, dus met Nerdland Podcast. Oh ja, het is nogal logisch dat ze heel veel onderwerpen uit de podcast haalt. Heel veel, het valt eigenlijk mee, want ze gaat echt zo wel een beetje naar op zoek naar van, zijn er bijvoorbeeld ondertussen nog verhalen achter de verhalen die er zijn bijgekomen. Allee, het is geen licht doordrukje van de podcast. En het is natuurlijk een theatervoorstelling met ook beeld erbij. Ze kan dingen illustreren. Ze geeft daar weer een eigen kijk op. Dus het is absoluut geen samenvatting van de podcast. En er zitten geen vijf ambetante kerels tussen dat daar onderbreken constant. Dus, dat is wel een voordeel. Ze mag gewoon schateren op gelijk welk moment. Ja. En het ding is ook, als het op voorhand is voorbereid, kan ze echt, echt goeie moppen vertellen. Voilà, ze is op tournee door heel Vlaanderen. En de hele tournee staat op hettyhelsmoortel.be, denk ik. Hè? Het is weer een prachtige poster, moet ik zeggen. Ik zal hem in de show notes zetten. En even persoonlijke note, ik vind beter nog dan vorig jaar. Ah, is het echt? Ah, je is er al gaan kijken. Ik vind nu al beter en dan ze vorig jaar. En is nog aan try-out. En het moet nog beter worden. Is ontgroeien, jong. Ontgroeien. Dat is ongelooflijk. Dat is de Remco Evenepoel van de wetenschapsjaaroverzichten, vind ik. Dat is gewoon zo. Wat gaan wij ook doen? Onze show Nerdland voor kleine nerds. In de Lotto Arena hebben we al een paar keer aangekondigd. Maar, omdat die show uitverkocht was, gaan we er twee doen. Er is dus een show om 2:00, maar er is ook eentje om 5:00. Hè. We gaan hem 2 keer doen, omdat hij uitverkocht was. En voilà, kijk, dus daar kan je naartoe komen. Waar richten wij ons op? Iedereen met interesse in wetenschap. Specifiek richten we ons op leeftijd 8 tot 14 jaar. En het is een podiumvoorstelling met allerlei demo's, experimentjes en verhaaltjes en dingen die wij tof vinden. Hoe werken ze precies? Ja. Dat gaan we daar het uitleggen. Het gaat kei tof zijn. Ik heb net nog een videoconferentie gehad om zo van... Ja, kunnen we geen grote finale maken met veel vuur en ontploffingen en zo? En we gaan dat proberen. Laat ons eerlijk zijn. Enig effectbejag is ons niet vreemd, maar... We willen er wel graag altijd bij vertellen hoe het werkt. Waarom er precies zoveel rook is en waarom... Ja, we hebben hier ook bij, het is waar. Ja, sorry. Dan ben ik dan. Als het koele gepasseerd is, kom ik terug. Zal ik je zeggen wat er precies gebeurd is? Dit is een chemische reactie. De chemie is ontstaan. Ja. En ik heb het al aangekondigd. Wij hebben onze favoriete sponsor terug deze maand. Absoluut, de hoeveelste keer al? Toch, ik denk zeker de vijfde of de zesde, hoor. Voilà, het zijn de lieve mensen van... Fairy Positron! Iedereen tezamen. Fairy Positron, de favoriete winkel voor uw geeky kledij en accessoires. Webshop. Ja. Webshop, fairypositron.be. Fairy, zoals feetje op zijn Engels. Elfje, en dan Positron, gelijk Positron. Deze maand moet ik vermelden, om te beginnen, iedereen krijgt deze maand 15% korting met de korting NERD15. Dat is de kortingscode. Voilà, allemaal dus zeker naar gebruiken. Die website en met NERD15 15% korting. Ze hebben nieuwe thermossen, nieuwe sokken, nieuwe juwelen, Permis. Waaronder nieuwe nieuwe Permooi.
Termieten. Juwelen, waaronder bronzen ringen en sjaals. En ook iets, Elze, jij me gaat moeten uitleggen. Wat is washi tape? Oh my god, wat is washi tape? Ja. Amai, dat is de bubble tea van 10 jaar geleden. Wat is dat? Ja, dat is iets waar dat volgens mij alle moeders zot van zijn. En alle kinderen ook dus bij gevolg. Nee, dat zijn van die hele mooie plakbandjes. Maar zo van die papierplakband die je zo gewoon kunt scheuren. En je plakt dat zo op... Ja, briefjes en... Beetje dik papier, wax-achtige tape. Ja, ja, en die zijn altijd heel mooi bedrukt. En zeker die van Fairy Positron. We hebben er 3 thuis gekregen. Oh my god, zo schoon. Eentje met mieren? Ik had er eentje met een Mars rover op. Oh, cool. Ja, de Perseverance. Het is niet het soort plakband dat je gebruikt om een retourpakket keihard in te wikkelen. Nee. Het is decoratief. Een plezierplakband. Ik heb een geboortekaartje op te sturen. En van achter plak ik daar een schoolplakbandje over. Dat iedereen ziet dat met zorg is gemaakt. En dat, Maar dus de washi tape inderdaad is super cool. Ik vond die sjaals ook wel echt nice. Ik denk dat ze gemarket zijn voor het vrouwelijk publiek. Ik zou er zelf misschien ook wel een durven dragen. Het heet Infinity Scarf, denk ik. Dat je zo een cirkel hebt. Ja. En dan altijd met een soort bedrukking. Ik denk dat er eentje is met een bedrukking van printplaat. Zo cool. Dat groen en dan die gouden kanaaltjes en zo. Ik vond ze er heel... Ik hoor ook altijd van Fairy Positron, als ik het dan hoor over vrouwenkleren, zegt iedereen altijd ergens in het gesprek, en die hebben zakken! Ja. Blijkbaar vrouwenkleren met zakken is daar ook een ding. En het zijn blijkbaar diepe zakken. Je kunt er veel in steken. Ja. Ja. Maar wat ik ook wel heel tof vond... Allez, ze hebben ons zo pakketje opgezet, want wij waren eigenlijk ineens allemaal washi tape. Want ja, ik zei, iedereen was op van washi tape! En ik zat daar thuis, wat is dat toch? Ik dacht echt letterlijk van, dat is om op te eten. Dat is plakband dat je kunt opeten. Je kunt dat ook opeten. Ja, maar ze hebben heel veel soorten, ze zijn super mooi. Dus iedereen wilde direct die washi tape. En ze hebben die dan zo naar ons opgestuurd om sampletjes te hebben, dat we daar kunnen over vertellen. Maar bij mij zat er nog iets anders bij in het pakketje. Oei. Er zat zo'n klein doosje in en ik doe dat open en daar zaten vulva-oorbellen. Kijk, ik heb ze. Oh, prachtig. Amai, Els, je hebt schone vulva aan je oren. Ja. Zilveren foefjes aan de oren. Dat vond mijn dochter ook, dus die heeft nu zoiets. Dat doosje vindt ze al de max, want daar staat dan zo'n mooi veetje op en dat is helemaal ingepakt. Want Fairy Positron, al die dingetjes zijn ook altijd zo super zorgvuldig. Daarom, washi-tape klopt daar volledig. Voilà. En die wil nu dus altijd zo... Ze vindt dus dat mijn oren mooier zijn dan dat ze ooit al geweest zijn. En ze wil dan ook zo bijvoorbeeld als we videobellen met iemand of zo, dan zegt ze, kijk, mommy heeft nieuwe oorbellen. En dan moet ik zo de camera van ver genoeg naar mezelf draaien, dat zo nog roosjes lijken. Dan krijgt de schoonmoeder zo'n blinkende foef ook op haar scherm. Oh, prachtig. Ja, en er zat zo'n kaartje bij voor mijn vulva-collectie, omdat ik natuurlijk vulva pinata, vulva taart, vulva koffiebeker. Ze hebben heel veel dingen ook dat je aan twinning kunt doen. Dat je kinderen en jezelf in hetzelfde soort ding kunt steken. Very nerdy, maar goed. Ik heb een lichtgevende dinosaurus t-shirt, dus... En poncho ook dan. Poncho ook dan. Die doet hij soms aan. Ik ben losgegaan op de sokken. Dus ik heb sterrenbeeld sokjes. En ik heb ook trouwens, vond ik heel tof, sokken, 2 verschillende sokken die wel bij elkaar horen. En dan op de linker staan er allemaal cursorpijltjes en op de rechter staan er computermuisjes getekend. En dus dat hoort perfect bij elkaar, want het zijn verschillende sokken. En ik heb voor mijn oudste dochter de jurk gekocht met zakken. Ah ja. Met sterrenbeelden erop die licht geven in het donker. Geniaal. Schoon. Dus... Super handig. We moeten allemaal energie besparen deze winter. Je kunt gewoon... Maar die kleedjes die vallen ook helemaal. Want je had een filmpje gemaakt dat ze ronddraait. Ja, ze heeft cirkeltjes gedraaid. Zo mooi. Maar het schone is, dus ze draait dan cirkels en die rok gaat dan zo heel schoon open. Maar daar komen ook, zo vouwen in. Ik vond het eigenlijk nog vrij... Los van het feit dat ik ontroerd was door de pracht van mijn oudste dochter. Maar er kwamen zo van die vouwen in die rok die dan zo op een soort... manier daar doorheen golven. En ik dacht van, kijk, sterrenbeelden. Spacetime is curving. Alsof er een golf, een soort zwaartekrachtsgolf. Ripples. De ripples in spacetime. Wibbly wobbly timey wimey. Dus ja, slechts 1 adres. Fairypositron.be. We zetten de link in de show notes. En nogmaals, de korting voor 15% tijdens de maand oktober is Nerd15. Alles aan elkaar, hoofdletters. Cadeautjes voor jezelf, cadeautjes voor anderen. Gewoon doen. Voilà. De feestdagen komen er ook aan, dus je kan al een beetje... Normaal zeggen we nu geen sponsor, maar wel een sponsor. Ja, sponsor. Voilà.
voilà, dit was alles voor ons deze maand. Super bedankt om te luisteren tot hier. En natuurlijk ook dankjewel om hier geweest te zijn, Elsa. Met veel plezier. Jeroen Ba. Doei. Kurt Beheij. Yes, graag gedaan. En Poncho de hond slapend in mijn zeteltje. Dag, Ponchiwoef. Dag, Poncho. Slaap wel. Dai. Dag. Dag. Mm-hmm.